snap. Ik ook. Zie je nou? Ja, sorry, ik dacht dat je nat bedoelde vanwege het loodgieter. En de verf is nat en de badkamer staat er helemaal blank. En ze kunnen elk moment hier zijn. Oh, daar ben jij weer. Je zou ze toch gaan ophalen? Ja, daar ben ik. Eindelijk even goed. Zeg, Lea, ik... sorry, Dorrie. Zeg, Lea, ik moet je even... De hoofdkraan! De hoofdkraan! Nou, dan blijf ik maar even. Het is een moe, Oh, integendeel. Je leest me helemaal verkeerd. Voor het eerst van mijn leven lees je me helemaal verkeerd. Het klinkt vrolijk, maar zo zie je het niet uit. Nou, integendeel. Maar ik kan natuurlijk moeilijk aan jou vertellen wat er aan de hand is voordat Lea het weet. Eerst komt je vrouw en dan pas eens. Ik hoef me helemaal niet te vertellen als jij het niet wil doen. Ik heb mijn werk vrouw wel gezegd. Ziekenhuis? Ja. Alle 601 bedden, 796 paramedici, 196 verplegers, 601 verpleegsters, 56 röntgenologen, alles. En ik voel me zo. Ik heb nog nooit zo goed gevoeld. Maar waarom? Nou, omdat ik geen fiducie heb in de fusies en allerlei andere dingen. Wegens gebrek aan fiducie. Ruzie. Met wie? Nou ja, met iedereen. Met het hele establishment, zoals wij dat vroeger noemden. Ik ben de oude van vroeger weer. Ik ben mezelf van vroeger weer. Zie je dat niet? Nee. Nou, ik ben toch verteld. Maar moet je ze niet gaan halen? Maar zodra Lea de kamer in komt, dan ga jij eruit. Ja, dat zou ik sowieso toch wel doen, maar ik ga liever niet meteen. Stomme zet trouwens, kan je nog bedenken? Ik heb er 10 jaar over gedaan. 10 jaar, is dat niet genoeg dan? Ik weet alleen dat ik het liever niet zou weten. Alweer zo'n geforceerde situatie. Wacht, blijf jij maar. Ik ga wel, want ze komen zo aan. Ja, je laat de schilder komen, zo loopt het niet. Waar is Nico? Hij is weer veel te laat. Geen idee. Wat? Ben jij me zo op een minuut? Godverdomme! Kom, wou eens kijken. Victor? Bij je eigen zoon en familie schiet het altijd. Nou, dat zeg jij. Vroeg misschien, Lea. Hoeveel de mensen zomaar met elkaar naar binnen? Want tegenwoordig is het geen gewoonte. Die zeg ik tegen zwart, maar zwart zegt altijd. Mag ik misschien zelf even zeggen wat ik zeg? Nico is er niet. Hij is een ouders op een halen uit Zwitserland. Zit Nico in Zwitserland? Weet van Schiphol, zei ze aan halen. Nou, dat komt er mooi uit. Dan kunnen we eens even rustig de verbouwing bekijken. Het is nog niet helemaal klaar. Ja, verbouwen loopt altijd op rond. Het was als verrassing bedoeld, het huis gemakkelijker maken. Verrassing is het zeker. Kan ik hierop zitten of is het ook nog in boarding? Hé, je hebt je voeten niet geveegd. Kijk nou. Nou, dat komt er goed uit als ze net genoeg komen. En het oude sanitair, gebroken zeker? De wc, wastafel, alles. Weet je het niet meer? Wat moet ik nou weer weten? Thuis suggereert mij steeds dat ik seniel word. Ben ik maar seniel. Hoezo? Dan ben je toch van alles af. Zwarte geheugen gaat achteraan, dus het weet. Dat zal jij weten. Ik zie wat ik zie. Ik ben gepreoccupeerd. Daar heeft duif geen weet van wat dat is. Ja, ik zie wat ik zie. Ik weet wat ik weet. Precies, maar meer ook niet. Nou, meer dan genoeg. Twee. Ik zag geen water. Alles is nat, maar er is geen water. Ben jij duifje? Ben jij nooit gepreoccupeerd? Ja, natuurlijk wel. Ik zeg nou zo tegen Zwart, zullen we eerst even bellen? Nou, we zagen geen telefoon en we waren zo vlak. Als het niet uitkomt, dan merken we dat het gauw genoeg zijn. Zie je nou. En Nico nog in het ziekenhuis zeker? Nee, Nico is Ada en Simon ophalen van het vliegveld. Die waren naar Zwitserland om een 40-jarige huwelijk te vieren. 40 jaar. Ik zou ook 40 jaar getrouwd zijn geweest. Ja, niet met duif hoor. Maar waarom moest Nico dat doen? Wij zijn ook al heel wat jaartjes samen. Nou, dat is veel uit. Beter dan niks. 20 was ik. Ik had meteen een goede vrouw gevonden. Zo jong en toch al zo mensenkennis. Alleen de omstandigheden, die deden je de dorst op. Toen wel, ja. Wat toen wel, ja? Die omstandigheden, dat was toch niet normaal?
Wat niet normaal. Natuurlijk was dat niet normaal. Jezus, dat weten we nou wel. Zo'n oorlog vind ik niet normaal. Dat weet je toch dat ik dat niet normaal vind? Oh, daar vind je dat niet normaal. Maar goed dat jij iets hebt meegemaakt. Het is namelijk doodnormaal voor degene die dat meemaakt. Doodnormaal. Je bent zwanger. Ja. Maar hoe? Aan je ogen zie ik dat. Ik schijn daar een soort instinct voor te hebben. Van mijn vader? Dat instinct? Dat instinct, ja. Nee, niet van je vader. Van wie dan? Geloof je me niet? Waarom zou ik je niet geloven? Van wie dan? Niet iemand die jij kent. Wat gaat jou dat aan? Ja, inderdaad, zo is dat. Voel je goed? Heb je het over mijn leeftijd? Wat? Ik ben zover nog niet. Het lijkt wel alsof jij dit hele gesprek al gerepeteerd hebt. Alsof jij al weet wat ik ga bedoelen. Een paar regels overslaan. Het is ook zo. Wat? Ik heb het allemaal al gerepeteerd. Het gaat precies zoals ik me had voorgesteld. Alleen vroeg jij niet, voel je je goed? Maar ben je niet een beetje oud? Daar antwoord ik op. Zo gemeen ben ik toch niet? Gemeen? Ik weet niet. Direct. Beweeg het al. Blijf van me af! Welkom, staart. Zijn ze er niet? Nou, die kaart komt wel op, hoor. Maar het is een welkomstaart. Kijk maar, daar staat welkom op. Zij weten welkom dan. Speciaal voor Ada en Simon. Er staat ook een 40 op, maar die is een beetje uitgelopen. Ik zeg net nog, ik ben ook 40 jaar getrouwd. Oh ja? Ja, met zijn eerste vrouw, de echte moeder van Nico. In de oorlog is omgekomen. Omgekomen? Vermoord? Ja, dat weet ik. Overleden, dat zeggen ze ook wel. Dat is allemaal zachte lulkoek. Vermoord, dat zegt niemand meer. Doe dat maar. Ja, maar telkens als ik dat weer hoor van die 40 jaar, dan word ik daar niet goed van. Wat zeg ik? 42 jaar. Want Nico, die is 40. 42 jaar. Godverdomme, dat is niet mis. En waarom krijg ik geen taart, hè? Alleen maar omdat ik met die schat niet meer naar Zwitserland kan? Alleen maar omdat je met dat lijk niet op reis gaat? Als ik wist waar ik dat lijk vinden kon. Als ik wist waar dat lijk lag. Kreeg ik van jou dan ook een taart, Pien? Als ik geweten had dat jullie ook waren uitgenodigd. Nou, dat is nou precies wat er mis is. Wij zijn namelijk helemaal niet uitgenodigd. Ik, mijn vermiste lijk en mijn stiefvrouw Duifje. Heb je soms al wat op of zo? Daar heb ik helemaal geen alcohol voor nodig. Dat komt van de verdomde gezeik over die 40 jaar. Zo is het niet altijd, hoor. Soms weet hij echt wel wat hij wel heeft. Mij dus. Waar dus een graf had, die ergens in de buurt. Een net graf, zodat hij erbij kon houden. Dat kon hij dan met Nico. Dat was gelijk van de reden voor Nico. Maar Nico zien we ook niet meer zoveel sinds hij met Lea is. Vroeger met Dorie, toen zagen we nog wel eens. Ik hou al van familie, ook al is mijn eigen bloed niet. Er wordt bloed. Ach, duifje, Pien. Zijn ze er nog niet? Wat was dat over bloed? Ik bedoel je Lea? Ik geloof boven. Oh, mooi. En zwart is beter bloed. Oh jee. Ik weet het niet. Dat heb ik niet gezegd. Nou, dat zullen we dan zo wel merken. Nou, hoop ik niet. Moest hier op verwachten. Ik ben helemaal niet uitgenodigd. Hij wordt zo... Ik weet het niet in dit huis. Alsof hij spookt of zo. Nou, komen er dat hij er gauw is met zijn autosleuteltjes, want straks komen Ada en Simon thuis en dan zit ik hier. Dat vinden ze juist leuk. Dag Alexander. Ik begrijp wel wat Duifje doet, maar ik dacht dat er veel meer gasten zouden zijn. Komt Riet ook? Die heeft nog maar één keer ontmoet. Kun je de bruiloft, weet je wel? Oh nee, de bruiloft van Nico en Lea. Ja, van de bruiloft komt de bruiloft. Hè? Maar ik hield echt van Hans. Vanaf het eerste begin, het was net of hij schreeuwde, hou me vast. Nou, hoe dan ook, het is toch veel leuker om een groot gezin te hebben dan. Wat was je ook alweer? Pien was de beste secretaresse die het orkest ooit heeft gehad. Pien was onmisbaar. Nou, onmisbaar. Ja.
Zo'n orkest dat is toch niet alleen de muzici? Absoluut niet. Onmisbaar, dat weet ik nu pas echt. Nou, het lijkt me dat. Nee. Niemand is onmisbaar. Toch wel. Ja, jullie maken je onmisbaar. Sommige mensen vinden dat prettig. Ik bedank ervoor. Heb je veel kinderen krijgen? Ik wil niemand kwetsen. Nee, maar je doet het wel. Als je zelf een kind had aangedurfd, als je een eigen kind had gehad, dan zou je daar heel anders over denken. Nou, begin daar nog maar weer eens over. Sorry hoor. Krijgen jullie maar kinderen? Doe maar. Durf het allemaal maar. Als je maar weet dat die kinderen de dupe worden als er wat gebeurt. Je hebt ze toch niks te bieden? Sorry hoor. Ik kan wel eenmaal niet tegen de egocentrische manier van fokken. Maar die kindertjes zijn juist zo vrolijk. Mijn dochtertje is heel vrolijk. Ik misgun je niks, Alexander. Ik denk dat Zwart het heel leuk gevonden zou hebben als jij je niet... Ik pikker er niet over. Dan mag ik nu misschien de verbouwing even bekijken of heb je het ook niet voor de Victoria? Pien, misschien ook de badkamer nog even zien. Ik heb nog foto's van voor de verbouwing, maar dat is nog iets te vroeg. Als een verbouwing zie je toch ook dat je niets, maar dan ook niets in de hand hebt. Dat niks zo gaat zoals je hebt verwacht. Hoe kun je dan ook kinderen krijgen? Ik begrijp er echt niks van. Als wij als kind gekregen hadden, ben je. Ik ken een kind van 18. Ik denk dat ik alleen allang gek, dood of op weg zou zijn. Je vergeet dat kind zelf. Dat houdt jou nog van. Ik vind het heel normaal dat jij je moeder bent. O ja? Ja, dat hoef je zelf niet te regelen. Dat doet het kind. En een aanbeving? Omdat we nou eenmaal niet weten wat ons te wachten staat, hebben wij besloten, of liever heb ik besloten... Kijk eens wie ik heb opgedreven. Dag, schat. Oh, dag, andere schat. Waar is Nico? Kom je zomaar. Hartelijk ontvangst. Ja, dat dreigt hier heel veel los in deze kamer. Veel afgeschat. Het was die ophalding. Veel vrijblijvende hartjes onder de handtekening. Als je maar niet denkt dat het iets voor te stellen heeft. Wat is nog een ontvangst? Oh ja, ik kon Zwart toevallig tegen. Ja, ik heb hem maar even hier gebracht. Hij zei dat Duif hier is. Waar is ze? Nee, je zei dat je me bij mevrouw zou brengen, maar dan breng je me toch weer bij Duif. Nou moet je hem echt eens even ophouden, Zwart. Oh ja? Moet je die horen? Alsof die ooit ophoudt. Nee, die is goed. Ik heb zo'n hekel aan dronken kerels. Wat moeten we daar nou aan doen? Ik heb ook een hekel aan dronken kerels. Alexander, kom, dan fris je wel even op. Ja, maar er is nog geen water. Ik zeg je. Wat jij bent altijd lief geweest. Dat helderdom van jou, dat was niet zo'n liefde. Helderdom is liefde. Hoe vind je die voor die, weet je, domme rotagenda ook alweer? Helderdom is liefde. Verdomd als het niet waar is, en andersom. Liefde is helderdom. Riet is lief. Riet is lief. En help is zo. En riet is lief, maar dom is je niet. Maar liefde, ik bedoel, het ware helderdom. Riet dus. Maar niet, was het wel verstandig voor jou om je leven te wagen voor dat Janse mormel? Je had er wel uit willen gaan, heb je daar niet aan gedacht? Pief, paf, poef. Oh, Alexander! Hoka! De Hoka, wat hou je? Zo fantastisch, Verleen. Zo'n verrassing. Wat is er nou weer zo fantastisch? De verbouwing. Hele nieuwe badkamer, met die bed. En dat in het kamertje naast de slaapkamer. Hebben ze niet meer de gouden slags? Zijn ze nou al incontinent? En in die keuken alles nieuw. Ik moet ook. Ja, dat kan niet hoor. Ik kan er niet doortrekken, er is geen water. Zo, moet ik het dan in mijn broek doen? Ik moet even terug naar de zaak, want ze hebben een verkeerde hals op mij. Kan dat morgen niet misschien? Ja, vanmorgen, overmorgen en volgende week ook nog wel. Maar er zit intussen wel zonder water. Ik heb het gevoel dat het achter het bad nog kletsnat is. Dat het gevoel van nu, dat komt wel eens bij het rechte eind hebben. Maar ik kan er nu niet bij. Dan moet eerst het bad eruit. Maar het is schoonwater, moet je wel denken. Het is niet riool. Wat heb je met die oude huizen? Ik heb veel erger mee gemaakt. Als je hier wat maakt, knap je daar weer wat. En dan kun je de oude leiding net niet hebben. Nee, ideaal zou zijn, de hele kleding zo eruit slopen, bij de zee.
Lea, vind je het goed als meneer Kluiters iets te drinken aanbieden? Ja, natuurlijk. Maar ik dacht dat u naar de zaak moest. Ja, dat moet ik ook, maar even maar. Hallo, hallo. Waar zijn we dan? Wat een verrassing, wat een ontvangst. We hebben ook cadeautjes op. Ja, we hebben 2 weken lang cadeautjes gezocht. Alles is toch overal hetzelfde op de hele wereld. Nou, maar cadeautjes, dat hoort er nou eenmaal bij. Het is een moderne versie van jagen, met buiten terugkomen. De vegetarische versie van jagen. Cadeautjes kopen, kennen wij nog dol op winkels. Ja, winkelen, zul je. Er is geen betere manier om een land te leren kennen. Je kan toch niet de hele dag sightseeën? Ja, Pien, voor alle 7 kinderen. Ja, Adder weet precies de leeftijd, ik niet en hoe oud ze zijn. Ik bedoel de verjaardagen en zo. Ik heb voor alle 7 wolletjes gekocht. Zo'n wolletje van katoen, met opschrift. Een t-shirt. Een t-shirt, ja, met opschrift. Wat schat, als ik jullie nog niet had. Dat is gewoon voor je in de bres. In de bres, pas op, het is nat dan. Ruik ik? Verfvlucht. Oh, het is helemaal geverfd. Lea, heb jij? Wat een werk. Ja, en je hebt zo'n toilet gekregen met zo'n spuit erin. Dat was een verrassing. Dat was als verrassing bedoeld. Waar? Daar in de badkamer gelukkig. In de salon stond die niet zo. Ik kwam eigenlijk alleen even kijken of ik een handje kon helpen. Ik dacht als hij net van zo'n reis terugkomt. Oh, dat is buitengewoon aardig van je. Adem is even naar boven. Vanwege de cadeautjes voor de kinderen of voor de loterie. Ze heeft een cadeautje voor de loterie ook. Nou, dan ga ik even. Nee, ze is boven, weet je. Ze is boven. Dan ga ik toch even. Ja, nee. Boven is ze geloof ik liever even alleen vanwege de cadeautjes in de koelkast. Graag of niet hoor. Ja. En hoe is het met jou, Simon? Nou, eigenlijk heel goed. Ja, heel goed. Zo, is niet in orde? Nee. En vertel jij eens. Ja, ik heb niet zoveel te vertellen, dat ken je toch wel. We hebben een hele fijne vakantie gehad. En Adem? Ja, met Adem. En aan gezondheid? Nou, we zijn allebei wel wat sneller doen. En dat merk je vooral in de bergen. Ja, dat vind ik nou ook. Dat merk je vooral in de bergen. Ja. Simon heeft een nieuwe bril. Van die jullie in? Dan kunnen we Kees die brilletjes en zijn beetje beter zien. Alexander, wat heerlijk dat je er ook bent. Er is iets met schoonzoons, of liever ex-schoonzoons. Ja, wat schoon moeten ze maar te zwijgen. Wat daar niet de verhalen over zijn. Ik was altijd bij David, in gedachten dan. Die dag dat Lea en Nico trouwden. Was jij er ook bij? Ja, natuurlijk was je er ook bij. Gelukkig wel, dan was ik zo blij mee, weet je dat? Zo blij, want met David toen... Hij was heel vroeg gekomen, hij wou ze nog verkleden zijn. Dag. Ik weet nog dat je zei, hey David Taartman. Dat was de eerste keer die dag dat zijn naam viel. Ik wist niet eens dat hij er was. En het was juist daarom. Ik raakte de draad kwijt die dag. Er gebeurde ook zoveel. Ik vergat helemaal dat David niet uit de badkamer kwam. Dan zei ik steeds tegen mezelf, ach die komt zo. Maar dat zei ik ook van allerlei andere mensen, ach die komt zo. En dan zei ik weer tegen mezelf, dat moet je niet de hele tijd denken. Nee. Dat mensen de tijd gaan. Ja. Zie je? Zijn het weer eens eens. Zijn naam staat nog op de kalender. Zijn telefoonnummer in mijn boekje. Van wie? Van David natuurlijk. Ik wilde me de volgende dag laten opnemen. Weet je nog wel? Dat had ik uitgesteld tot na de bruiloft. Maar Simon was daardoor zo in zijn ijdelheid gekwetst. Of ijdelheid. Ja, dat was het toch eigenlijk wel. Toen was ik zo bang dat hij zichzelf iets aan zou doen. Daar was ik mee bezig die dag, of het wel of niet moest gaan. En toen sloot Simon zich op in zijn kamer. Mijn god, wat was ik ongerust. Ik had toch ook kunnen weten dat Simon veel te ijdel is om zichzelf iets aan te doen. Dan zeg ik het weer, ik vind hem helemaal niet ijdel. Nou ja, misschien een beetje. Dat draaf ik verdoren. Dat komt omdat ik je zo lang niet gezien heb. En toen dan David eindelijk gevonden werd, ik begrijp ook nog steeds niet waarom hij ons huis ervoor gebruikte. En de bruiloft van Lea. Hij was toch zelf vrijwillig van me weggegaan. Hij had toch kunnen weten wat hij zou aanrichten. En hij wist ook dat ik die behandeling had afgesproken. Het was toch wel zo'n lieve jongen, die David. Zo'n
zo'n schat. Zo'n echte schoonzoon. Daar begrijp ik nog steeds niks van. Ik heb hem eigenlijk nooit gekend, David. Maar ik begrijp er wel iets van. Ik wou hem ook niet kennen. Mijn opvolgende Lea. Nou ja, ik probeer ook wel om vrolijk te zijn. Niet om vrolijk te doen, dat vind ik iets vreselijks. Dat opgelegde vrolijke van sommige oude vrouwen. Ja, je wordt toch een beetje een paria. Alsof ouder worden iets is als meelaatsheid. Iets besmettelijks. Je wordt bij de Intouchables ingedeeld. Ik zei al nooit bij de Intouchables indelen. Ik omhels je veel gemakkelijker dan mijn eigen moeder. Wat vreemd is dat? Vind je niet dat dat vreemd is? Ja. Ach, laat me er maar niet over nadenken. Wat jij, hè? En je moet niet denken dat het zo heel anders is. Je blijft gewoon wie je bent. Ik ben bijvoorbeeld een jong mens, alleen heb ik een beetje last van oudheid af en toe. Zullen we dus gewoon samen ergens heen gaan, jij en ik? We sparen ook alles op tot die dag. Alles wat we elkaar tot die tijd hadden willen vertellen. En dan nemen we daar een hele dag voor, een rustige dag. Als ik terug ben naar Cuba. Wou je mij iets vertellen? Ja. Ik heb vaak gedacht, bel hem eens op. Ja, had het maar gedaan. Ja? Ja. Maar ik wist zo weinig van je omstandigheden. Al door dezelfde. Steeds te dupe. Van die vrouw. Ach, je denkt dat ik dacht dat mee. Ja. Natuurlijk is het wel jammer dat dorpen tegenwoordig niet meer om de kerk gebouwd worden, maar om de supermarkt. Maar dat is toch geen reden om meer in God te gaan geloven? Ja, laten we iets afspreken. Mag je dan een arm? Wat is dat? Het lijkt me zo prettig om gearmd met je te lopen. Ik loop nooit gearmd, met wie dan ook. Zeg maar een idee. Ja, maar dat spreek je toch niet van tevoren af? Ach nee, zo mag niet. Ik vind het goed als je Poekie tegen je zegt. Poekie? Dat heb ik nog nooit tegen me gezegd. Nee, dat heb ik ook nog nooit tegen je gezegd. Maar leg het dan tenminste uit! Misschien later eens. Maar ik heb toch ook recht om te begrijpen? Dit is toch ook mijn leven? Misschien moeten we wel verhuizen, misschien moeten we wel een of ander klein optrekje gaan wonen. Je ouders die helpen je wel als het nodig is. Helpen mij wel? Wat bedoel je, Nico? Wat bedoel je met helpen mij wel? Zeg nou eens eindelijk iets! Wat wil je nou? Geen duimschroeven. Duimschroeven? Ik probeer jou te begrijpen en dat noem je duimschroeven? Wat jij met mij doet is nog veel erger als je het hebt over martelen. Waarom begrijp je me nou? Waarom begrijp je me nou niet? Woorden! Woorden? Woorden is alles wat we hebben. Hoe weet ik anders dat ik je goed begrijp? Misschien begrijp ik je wel helemaal verkeerd. Dat we met martelen, dat bedoelde ik niet zo. Dat we straatarm worden, dat kan me nog niet eens wat schelen. Maar kon ik maar iets begrijpen dat je van directeur naar helemaal niks in de research dan? Nico! Kijk niet zo weg! Ja, je kijkt weg! Is er eigen ziekenhuis? Ik kan het wel. In een ander ziekenhuis natuurlijk. Best veel gelukkiger. Ik voel me ook veel nuttiger. Ik geloof dat ik een beetje last heb van hypochondrie. Ik had zo graag een oud mens willen worden met hevige preoccupaties. Iemand die zich werkelijk nergens meer voor geneert. Ik vind hypochondrie ook heel prettig. Ja? Het heeft iets gezelligs. Het is huiselijk. Wou ik kon rijden? Ja, dat wou ik ook, dat jij kon rijden. Neem een taxi. Taxi? Ja, die zijn er toch voor. En als zou het hier laten staan? Die komt zwart. Mijn vader komt die wel ophalen als die weer in orde is. Oh, met de taxi zeker. Zeg, moet je eens luisteren, Duif. Als die ziek was of zo, dan zou ik jullie best helpen. Maar hij hoeft zelf nog niet vol te laten lopen. Iedere keer als die lander zat is, jullie naar huis moet brengen, dan kan ik wel aan de gang blijven. Hè? Zet dat maar uit je hoofd. Straks is het nog mijn schuld wat hij zei. Laat maar met rust uit. Laat maar met rust die lamme zak. Als hij nou ooit eens iets voor mij gedaan had. Hè? Eerst laat hij mijn moeder vermoorden en dan mijn broer. Ik verdik hem ervan dat hij ze heeft aangegeven. Heeft laten weghalen.
Dat mag je niet zeggen, Nico. Oh, ik zeg wat ik denk. Dat mag je niet denken, dat mag niet. Oh, zwart doet toch alles voor geld? Je weet zelf al dat het niet waar is. Ik weet niks. Jij kent zwart helemaal niet. Ik weet zeker dat zwart alles doet als hij er maar goed voor betaald krijgt. Nico, Nico. Waarom is hij dan trouwens met mijn moeder getrouwd? Hij toch ook alleen maar vanwege de hoge komaf. En ik dan? Jij bent gekomen in de huishouding. Doe maar. Nou, maar... Dan is het maar goed dat je die... Dat je geen directeur meer bent. Maar waarom zijn we met hem getrouwd? Dus? Dat begrijp ik niet. Die nul, die aansteller, die oplichter, hoe? Je vader was een heel aantrekkelijke man, Nico. Net zoals jij, als je niet zo idioot eens overdreven. Ik ben in verwachting. Wel donder wetter. Er moet wel iemand raken die zo over je heen zijn geklapt. Ja, maar wil je niet weten wie dat was? Nou zeg, waar zie je mij vooraan? Dus dat weet je al. Dat weet ik al. Dat weet ik al. Belangrijke adressen ken ik uit mijn hoofd. Je weet mijn hoofd. Wat voor belangrijke adressen? Als je hoofd maar niet kwijtraakt, daar zit ik wel eens over in. Jij niet? Jawel, dat ken ik. Wat ken jij? Die angst. Angst? Je hoeft voor mij niet bang te zijn hoor. De vraag is, welke tas zal ik meenemen? Waarheen? Waarheen? Waarheen ook weer? Nou ja, eerst die tas. Welke tas zal zich het beste houden? Waarvoor? Waarvoor? Voor het gebruiken natuurlijk. De sterkste. Ik kan niet hebben dat die stuk gaat onderweg. Onderweg? Ja, de lange duur. Door die zijn een stuk jonger te zijn, meneer. Ja, dat is niet zo'n wonder. Ze is gewoon veel later geboren. Ah, wat ben je toch ongelooflijk mooi. Zo ongelooflijk mooi. Nou ja, als Garnjarig is, dan is toevallig Mosje halfjarig. En nog toevalliger, dan is Mira kwartjarig. Is dat niet toevallig? Ik vind het waanzinnig toevallig. De taart bak ik zelf. Dan weet ik zeker dat ze de koosjes zijn. Ze mogen dan alle drie een paar kinderen uitnodigen. Dus ik bak iets van 12 taarten. Ja, niet allemaal op één dag hoor. Dan neem ik lekker een week de tijd voor. 'S Avonds, als we op bed liggen. Omdat Garn pas 7 is. Is dat de oudste? Ja, de schat. Dus ik had ze met z'n allen in die bondenwagen gezet. Maar ze hadden allemaal wel wat. De een zat op de ander zijn voet. Je kent dat wel, dat soort problemen. Omdat het toch nogal vol was in die kar. Dus een gehuil en geschreeuw. Een kar vol kommer, dacht ik toen ik met de hele troep in het zand bleef steken. Maar ja, als je nagaat wat er in al die hoofdjes omgaat. Zoveel verdriet. Stuk voor stuk het gevoel te weinig plek te hebben. Dat de ander weer cadeaus heeft gekregen. En angst. Angst voor van alles en nog wat. De een voor wezens van een andere planeet, de ander voor kneedwezens. En Saratje voor tijgers en leeuwen. Kneedwezen? Ja, dat heeft Rivka. Van klei of zo zeker, ik weet het niet. Maar ze is er als de dood voor. 'S Nachts gillend wakker worden en zo. Baby's hebben dat. Of misschien ook wel. Maar als die huilen, dan denk ik horliekjes. Er staat een tweeling. Wie? De baby's. Nee, geen tweeling. Ze schelen bijna 8 maanden. 8? Ja, die arme Bert is veel te vroeg geboren. Daardoor heeft hij Hans nog net kunnen zien. Bert, dat is helemaal geen Joodse naam. Nee, ik dacht ik laat hem vrij. Kan hij later zelf kiezen. Bepalen waar ik bij wil horen. Dus die met die Joodse naam, die laat eigenlijk minder vrij om zelf te kiezen. Nou ja, toen dacht ik nog, ik was overtuigd. Ik wilde ze zekerheid geven. Een identiteit. Ik hoopte dat ze zich veilig zouden voelen in hun namen, als in een soort nest. Maar zoveel kinderen hebben bij onze namen. Maar nu denk ik wel eens, waar scheep je eens mee op? Aan die namen, daar zit zoveel aan vast. Maar ja, toen is het niet gaaf, toen wilden we dat juist. Ach, de schatten. Al die hoofdjes vol met hersens. Maar het is ook een grote vreugde hoor. Soms. En als een kind 's morgens voor dag en dauw de trap afloopt, huilend, en je vraagt, waarom huilt het? Dan huilt het gewoon, want dat weet het niet. Op vrijdagavond, als we met z'n allen om de tafel zitten, de baby zo, dat is echt een grote vreugde. Tenminste, dat zou het zijn als Hans Garnje wil laten kippenhok worden. Kippenfokker zeg ik dan. Maar nee, hij houdt vol bij hoog en bij laag dat hij kippenhok wil worden. Nou ja, hij heeft nog zeker 10 jaar de tijd. Hans is er ook pas heel laat achtergekomen wat hij eigenlijk wilde in zijn leven. Toen ik hem leerde kennen, had hij geen benen om op te staan. Nee, echt. Ik heb
heb hem alles moeten leren, echt alles. En nu neemt hij me dat alleen maar kwalijk. Ik heb gezorgd dat hij ongestoord verder kon studeren en schrijven. Alles wat hij bereikt heeft. Nu denk ik wel eens, en ik dan? Wat had ik moeten doen met mijn leven? Met al die dingen die ik voor hem heb gedaan, daar profiteert nu mooi een ander van. Nou, als hij niet zoveel verdiende, dan was hij misschien niet eens op het idee gekomen. Dan had hij in elk geval die truc nooit ontmoet. Hoe heeft hij haar dan ontmoet? Weet ik veel. Wil ik helemaal niet weten ook. Op een congres. Op een congres? Ja, Gert van Tem, die rot congressen. Hij weet niet eens dat ik hem mis. Dat komt niet bij hem op. Ik vind het nou zo betreurenswaardig dat je maar afhangt van andere mogelijkheden. Ik bedoel, er zullen heus wel mannen zijn die wel kunnen houden van. Ik kan denk ik ook houden van. Maar Hans, die kan dat niet. Die weet niet wat dat is. Het is net zoiets als kleurenblind zijn. Dat helpt niets tegen. Hij mist die spier. Zoiets. Maar denk je dat die Amerikaanse dat dan niet heeft ontdekt? Die Amerikanen zijn mysterische, oppervlakkige, koude kikkers. Die weten niet wat echt warmte is. En wat je niet kent, dat mis je niet. En jij? Hoezo ik? Ja, ik bedoel... Bij mij is dat volkomen instinctief. Een soort motortje van dingen. Ik ben niet zomaar loos geworden. Ik ben ook eens naar een robijn gegaan om te vragen hoe dat ging. Jij? Ja, is dat zo gek? Nou, je overvalt me even, jij een Joods. Sorry hoor. Ik zie niet in wat er nou zo grappig aan is. Het is dat ik het meer associeer met alle typen. Met grote families. Ik heb geen eigen kind, ik heb alleen Lea. En toen we haar aan de ouders teruggaven, na de oorlog, is mijn man naar Canada vertrokken. Nou, en toen dacht ik mijn leven weer een beetje te vullen. Ik zit nu nog steeds op de school bij ons in de synagoge, in het noorden. En we zingen de psalmen in het Hebreeuws. Allemaal vrouwen die geen woord Hebreeuws kennen. Prachtig, gewoon, wat een geloof. Maar ja, die rabbijn die stond toch zo uit zijn mond dat ik alleen al daarom dacht, dat hou ik toch nooit vol. En nou eet dus allemaal knoflook alsof het niks is. Doe er eens een? Een psalm? Helemaal. Nee, nee. Nee, toe. Nou, straks misschien. Wil je komen eten bij me op vrijdagavond? Dan nodig ik altijd allerlei eenzame zielen uit. Nou, als ik in die kom, kom ik wel door de week. Maar als ik je eens vragen mag. Vind je dat nou nooit angstig, dat Jood zijn en zo, met al die aanslagen? Ja, ik bedoel, ik ben één keer in Israël geweest en toen ik goed en wel op Schiphol geland was, heb ik al die stickers van mijn koffers gehaald. En ik loop ook niet met die plastic tassen vandaar rond, hier in Nederland. Nee, dat vind ik gewoon te riskant. Ik dacht dat jij zo'n held was in de oorlog. Oh, dat wel, heb je gehoord. Anders zou ik nu niet eens met je zijn komen praten. Oh, mooi is dat. Maar een heldin ben ik nooit geweest, dat is er later van gemaakt. Ik stond de vreselijkste angst uit. Maar waarom heb je het dan gedaan? Je hoefde Lea toch helemaal niet in huis te nemen? Een heldin is een soort deurval en iemand zoals ik die doet zoiets gewoon omdat hij het niet kan doen. Niet is wel. Nee, niet is iets heel anders dan wel. Maar man, wat is een held. En daarom is hij ook weggegaan na de oorlog. Er was geen emploi meer voor helden na de oorlog. Omdat je vroeger altijd zei, ik wou dat ik eens wat voor jou kon doen. Ja. Meen je dat? Ja, natuurlijk. Ik zou graag willen dat je me hielp bij de bevalling, zodat ik niet naar het ziekenhuis hoef. Met deze handen? Dat ik niet naar het ziekenhuis hoef. Dat het eerste dat hij te zien krijgt, geen ziekenhuis is. Je kunt het altijd nog laten weghalen. Al was het maar voor mijn moeder. Weghalen. Het woord alleen al. Oh, en vanwege dat soort associaties moet zo iemand een heel leven leven. Zo iemand. Mijn halfbroer. Hoe ga je het eigenlijk noemen? Daar hebben we het nog niet over gehad. We? Ja, zoiets kan ik toch niet alleen beslissen? Maar als het aan mij lag, dan noem ik hem Isaac. Isaac? 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 Dat mag niet. Dat mag je niet doen. Waarom niet? Ik word gek als je hem Isaac noemt. Hoezo? Ja, maar zo zou ik mijn kind noemen. Jeetje, het lijkt wel of je het erom doet. Maar ben jij dan ook? Nee, wat maakt dat nou uit? Nou dan? Je moet een andere naam verzinnen.
Je kunt het alles van me afnemen. Afnemen? Je moet een andere naam verzinnen. Alles, behalve Isaac. Onbeschoft tegen je te doen, jij noemt het onaardig. Ik snap trouwens niet van je dat je hier nog durft te vertonen. Top het, van man smaak. Wat kom je hier trouwens doen? Ik doe me net of ik je niet zie, want anders zou je nog eens wat beleven. Ik ben hier voor Simon, omdat hij me heeft uitgenodigd. Adem trouwens ook, maar ik ben hier voor Simon. Dus zover heb je het al laten komen. Zonder mij zou hij het geen 5 minuten hier uithouden. Dan was die hele welkomstgeschiedenis onzin geweest, want dan zou je geen 5 minuten thuis blijven. En Adem weet van niks. Adem weet van niks. Weerzinwekkend, weerzinwekkend. Hij heeft beloofd haar te vertellen. Een van zijn redenen voor deze reis. Zo doe niet erop of blijf staan. We lopen niet iedere keer voor de voeten. Weet je wat weerzinwekkend is? Dat jij met al je beloftes van vrienden blijft en elkaar vertrouwen in alles. Dat jij niks van mij begrijpt of probeert te begrijpen. Ja, maar ik zie wat je doet. Ik zie wat... Gelukkig... Liever gezegd, ik vermoed wat je doet. Gelukkig zie ik het niet, want dat zou er nog bij moeten komen. Ik zou ervan gaan kotsen, zeg. Nico! Geen belangstelling. Ada, ik zou graag eens met jou alleen praten. Ik ben altijd alleen. Dat is niet waar. Je wilt me dingen uitleggen die ik wel aan begrijp. Zeg het maar als ik me vergis. Toen ik wegging voor die behandeling in dat gekkenhuis, dat was het toch, eerlijk is eerlijk, was Simon wanhopig alleen. Dat wist ik. Dat risico heb ik genomen. Ik wist natuurlijk niet dat jij het zou zijn. Je blijkt wel een scenario geraakt. Ja, dat is ook je vak, scenario raken. En Simon is raakbaar. Dat is weer mijn verdienste, hoop ik, na al die jaren. En toen ik terugkwam, was die verbindenis niet in één keer over. Dat begreep ik wel. Hoewel het me kwetste dat ik werd voorgelogen. Hij had nog nooit gelogen, niet tegen mij. Nu op onze reis heb ik er voor het eerst naar gevraagd. Na 8 jaar. Waarom doe je soms alsof je niets begrijpt, terwijl je in werkelijkheid... Ik ben net als het weer. Het weer bepaalt toch ook niet zelf of het gaat regenen of het bewolkt wordt. Nu is het wel erg helder. Ja, gelukkig wel. Ik heb er Simon dus aan gevraagd, maar hij wilde niet zeggen. Behalve dat hij van je hield. Houdt. Dat is niet zo'n wonder, we houden allemaal van hem. Maar Ada... Het moeilijkste voor Simon was, denk ik, dat hij moest vertellen dat je hem niet verwacht. Dat vond hij denk ik nog het moeilijkste voor mij.
Maar je bent nu 40. Als je nu geen kind zou krijgen, hield alles op. Er was er niemand die zou weten dat jouw ouders in het kamp zijn vermoord. Als jij er niet meer bent, dan is er nog dit kind dat weet, de ouders van mijn moeder zijn doodgemaakt. En dat kind kan het alweer verder vertellen. Dat is tenminste iets, want dat was niet de bedoeling. Het was de bedoeling dat er niemand over zou blijven, zodat er niemand over iemand zou kunnen rouwen. Dat was de bedoeling. Maar het is er niet gelukt. Maar ik wil een vrolijk kind. Dat wordt het ook. Dat wordt het juist. Dat zul je zien. Juist? Ja, omdat het altijd weet dat het er bijna niet geweest was. Simon? Ja. Heb jij die hele bakken met loodjes leeggegeten? Ja. Oké. Ja. Welke komertjes, wat? Ze weet het, ze weet alles. Nee, ze weet niets. Ik heb een paar keer geprobeerd het te vertellen, maar ze wou kennelijk niets over weten. Ze vond dank zoveel anders. Ik heb echt niks kunnen vertellen. Maar ik wou het trouwens ook niet echt verseren, want ik was bang dat ik de vakantie zou bederven. Haar vakantie bederven? Je kleed je aan, maar waar het eigenlijk om gaat is wat je naakt meemaakt. Ik kon de jas... Op een dag gooide ik de jas niet meer aan en toen wist ik dat ik weg moest. Ik kon er niet meer aan. Nee, ik kon... Ik deed er niet meer aan. Toen moest ik weg en... al die pretenties, het is schoon, wit, steriel. Terwijl het nergens zo smerig is als in een ziekenhuis vol met quasi-kennis en vol gevaar. En altijd maar staan bij mensen die liggen. Altijd maar liegen. Altijd maar dat liegen, dat doen alsof. Everything under control. We hebben een heerlijke vakantie gehad. Ja, over 15 jaar kan alles wel heel anders zijn, dat zul je zien. Of niet misschien. Ik niet misschien, maar jij wel. Nee, misschien leef jij nog veel langer dan ik. Zou je de dromen van een ander kunnen dromen? Ik bedoel, ik droom dat jij droomt dat je ergens bent. Zoiets. Ik weet nog steeds niet waar jij het over hebt. Ja, nou, het is mijn zaak natuurlijk, maar ik vind het kind zo zielig. En omdat Hans jouw beste vriend is... Ik heb al een half jaar niks meer van Hans gehoord. Ja, maar Pien kent Hans ook via jou. Ik bedoel, van de bruiloft komt de bruiloft. Oh, Pien die moest een zuurman hebben. En zij heeft Hans in haar val gelokt. Nee, Nico, dit is niet 7 kinderen per ongeluk. Eén Hans misschien. Hans heeft 7 per ongeluk gemaakt. Maar als hij toch hier wou blijven, dan denk je dat ook. Als jij nou eens een goed woordje vraagt, dat hij terugkomt. Ja, maar als hij dat wou, dan had hij dat toch al lang gedaan. Ja, nou, misschien een gebrek aan fantasie, dat hij zich nu voorstelt hoe leeg het is zonder haar. Leeg? Ja, een lege plek waar de plaats van de vader is. Ook voor die kindertjes. Ja. Maar wat moet ik dan zeggen? Wat kan ik dan zeggen? Denk je dat hij dat zelf allemaal al lang niet weet? En wat kan ik eraan doen? En waarom ik dan? Hij moet toch al die dagen door? Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat? En de nachten? Denk je dat hij nooit wakker ligt dan? Ja, en zij dan? Denk je dat het voor haar zo makkelijk is? Denk je dat zij niet wakker ligt? Zo alleen in bed, terwijl je man met een ander? Ja, maar als hij nou weer van die ander houdt? Dat kan toch? Ja, maar er is ook nog zoiets als verantwoordelijkheid. Ja, maar als hij daar nou net niet tegen kan... Ach, doe er ook maar wat. Zo leeg, zo zonder hem voor haar. Als jij nou eens met hem kon praten. Ach, ik opper maar wat. Leeg. Een leeg woord. Leeg. Ach, weet je niet zo op? Kinderen die geboren willen worden kun je toch niet tegenhouden. Wat is dat nou weer voor een idee? Kinderen die geboren willen worden. Als boeken die geschreven willen worden. Muziek die gecomponeerd wil worden. Hoe verklaar je anders dat er zoveel kinderen geboren worden? In veel ergere omstandigheden. En dat er zo vaak... Wat? Nee, theorie. Wat? Niets. Ik zeg alleen maar dat dit kind geboren wil worden. Ik weet niet. En wat het voor jou betekent, wat jij erbij voelt, dat doet er niet meer toe. En wat ik voel... De nieuwste generatie krijgt het voor het zeggen. We kunnen ons tegen verzetten omdat ze ons oud maken. We kunnen ze ook verwelkomen. Het laatste doe ik uit zelfbehoud. Ik dacht dat die behandeling jou zou veranderen. Jou dichter bij je gevoel zou brengen. Je eerlijker zou maken. Maar je bent erger dan voorheen. Ja, dat vind ik ook. Ik ben erger dan ooit mezelf. De andere mogelijkheid is die van David. Ja, die was eerlijker.
consequente. Ik fladde daar wat tussenin. Toen ik al dat bloed zag, toen dacht ik aan een bevalling. En later dacht ik, nu moet er een nieuw kind komen. Alleen een nieuw kind kan dit weer goed maken. Het doet er niet toe waar het kind vandaan komt, als het maar komt, als het maar hier komt. Wij kunnen al die dingen niet meer aan. Er moet een nieuw kind komen dat nog niet zoveel heeft meegemaakt. En het kind mag al... Ik weet niet meer wat ik zeg wel. Een kind zonder schaduw. Schaduw? Dus jij wil zeggen dat jij dat kind hebt veroorzaakt? Nee, dat hebben Simon en Dori gedaan, ja. Maar dat Simon mijn man en jouw vader is, dan hoeft dat kind toch geen rekening mee te houden. Als het nou de enige manier is waarop het geboren kan worden. Geschikt. Simon, nu je dan toch ontrouw geweest bent, Anna, ik hoop met je te zeggen dat... Ik ontrouw? Hoe kom je daarbij? Als je zoiets... Wacht even, met Dori, dat is geen flirtation, dat is... Hoe moet dat... Ja, ik zie wel dat daar iets heel... Dat is niet iets frivols, geen ontrouw. Ik denk wel eens dat hier heel andere regels gelden. Ik begrijp het niet. Regels? Dat heeft er niet zoveel mee te maken met regels. Maar hoe bedoel je dan geen ontrouw? Ontrouw. Ontrouw is wat Ada gedaan heeft. Weggaan en met vreemde mensen je problemen. Wekenlang je therapie. Victoria en mij, dat is heel iets anders. Ik heb Ada ook nooit maar één nacht in de steek gelaten. Omdat ik dat wel van plan was toen ze naar die inrichting kwam. Ben je toen al met Dori begonnen? Ten eerste, dat jij bent. Ik ben niet met Dori begonnen. Zelf kan ik zoiets niet, daarom vraag ik zo door. Wat was het dan, Simon? Hoe noem jij dat dan voor jezelf? Begrip. Begrip? Ja, begrip. Jij weet alles zo goed te praten, hè? Ja, jij bent zo rechtlijnig. Ik rechtlijnig? Ja. Ik rechtlijnig? Jij hebt je nog nooit één seconde in mij verdiept. Jij weet helemaal niets van mij. Ach, kom liefje, dat is niet waar en dat weet je zelf ook wel. Begrip. Ja, verdorie misschien. En dat nog trouw durven noemen. Ik had hier nooit over moeten beginnen. Zoiets pijnlijks. Het is niet zoiets pijnlijks. Dat is het wel. Voor mij is dat het wel. Maar Lea toch. Weet je, ik vind het zo prettig om nieuwe mensen te ontmoeten. Want dan weet ik zeker dat als ik iets zeg, dat ik het niet al eerder gezegd heb. Leuk. Wat dan ook? Gaat bij mij toch enorm irritant door. Ik begrijp niet waarom jij er zo zwaar op deelt, terwijl je moeder er alle begrip voor heeft. Jij hebt toch helemaal geen keus? Zoveel mensen overkomt zoiets op oudere leeftijd. Wil je met mijn vader trouwen? Geen sprake van. Ben je verliefd? Het is veel meer. Ik hou van hem. Vloeken schijnt heel goed te zijn voor je gezondheid. Het verlaagt je adrenaline en je bloeddruk. Ik kan het niet. Dingen gebeuren. Sommige dingen gebeuren nou even. Je kunt niet alles tegenhouden. Jij doet net of het je allemaal is overkomen. Terwijl jij altijd heel goed weet wat je doet. Je vergist je, Lea. Je vergist je met altijd. Maar goed, ik wil heel graag een kind. En ook heel graag van Simon. Niet omdat het je vader is, maar ondanks dat. Je houdt op. Het is veel meer. Ik ben verliefd op hem. Je hoeft er toch geen last van te hebben? Helemaal niet. En je moeder ook niet. Als het makkelijker voor jullie is, dan verhuis ik wel. Oh, alsof het daarmee de wereld uit is. Waarom gun je me niks? Je bent getrouwd met mijn man, ex-man. Je hebt een vader, een moeder. Je hoeft hier op geen enkele manier mee te bemoeien. Ik vraag je toch niet om sokjes te gaan breien? Nee, dat moest er nog eens bij komen. Nee. Waarbij? Heb je dan werkelijk helemaal niets in de gaten, Dori? Ben je dan zo'n ongelofelijke vakidioot? Zo'n verlengstuk van je eigen viool en verder niks? Dat je menselijk gevoel niet meer kunt begrijpen? Denk je nou werkelijk dat mijn moeder dit ook maar één seconde uit haar hoofd kan halen? En dat mijn vader jou laat verhuizen, denk je dat? En denk je dat je dit kind een leven kunt geven, terwijl jij altijd en eeuwig op je mee bent? Je maakt je nu al zorgen voor je broertje, besef je dat? Broertje? Ik wou dat ik je nooit ontmoet had. Dan had je Nico ook nooit ontmoet. Nee, we hebben allemaal heel raar gedaan 10 jaar geleden. Ik dacht dat die werpenwind anders was gaan liggen. Al dat gezoek.
Gezoek? Dat was het toch? Gezoek? Eigen schuld. Beter aan de flessen dan op de flessen, zeg ik altijd. Ja, wat ik nu ga verdienen, dat kan ik niet eens een vrouw onderhouden. Het is goed dat Lea werkt, want anders zouden we moeten verhuizen naar een klein plekje of zo. Ja, mij trekt dat wel, maar van overhouden is geen sprake meer. Ik ga hooguit een tiende verdienen van wat ik gewend ben. Dus van overhouden is geen sprake meer. Je zult je eigen bootjes moeten doppen, zwart. Je maakt je leven kapot, je carrière. Dat komt nooit meer goed. Nooit meer. Dat gaat alleen maar bergafwaarts. En ik had... Nou ja, niet op je gebouwd. Maar je hebt het toch goed? En maar waarom heb je nou aldoor maar meer geld nodig? En meer en nog meer en nog meer? Je weet, ik ben helemaal gek op waterlelies. Wat? Op waterlelies. De zwaan onder de bloemen. De beker van de maan. Nou en? Nou en? Wat nou nou en? Je groeit niet op straat. Nico is razend door. Waarom? Waarom? Ja, daar heeft hij toch niets mee te maken? Als ik het nou was... Ben jij niet boos? Als zij een ongelukkig kind op de wereld wil zetten, dan moet zij dat weten. Ja, verdorie was het nu of nood, daar kan ik wel in komen. Nou, ik niet. Ik vind het volkomen egocentrisch zoiets. Moet je je dat kind voorstellen? Mama, vertel eens iets leuks over vroeger. Nou, toen mama klein was, toen ging ze met haar papa en met haar mama... Hou nou maar op, Lea. Ja, ik hou wel op. Maar denk je dat die kinderen ophouden? Kinderen houden niet op. Dat zou fantastisch zijn. Tot straks dan. Ze komt. Ze sluit de tent wat vroeg. Kan dat zomaar? Ze is de baas. Ze stuurt de meisjes gewoon naar huis. Ik vind het allemaal heerlijk, een avond vroeg naar bed. Naar een huis op bed dan. Weet ik duidelijk Sandra wat de moeder doet? Geen idee. Ze vraagt er ook gelukkig niet naar. Voor geen goud zouden we willen dat ze dat te weten kwam. Tip is ook vast van plan ermee op te houden, zodra Sandra zo oud is dat ze het zou kunnen bedrijven. Tegen die tijd hopen we genoeg gespaard hebben. Ik snap niet dat jij dat volhoudt. Ach, ik vind het eigenlijk wel geestig. Nou, vroeger zou je het bij mij helemaal niet geestig gevonden hebben. Ach, ik neem het niet zo zwaar. Het is ook niet zwaar. Het is meer een soort bijverschijnsel. Voor iedereen. We moeten blijven ook. Dat is de functie ervan. Nou ja, kind kan dat niet begrijpen. Kind begint met een idee van pure liefde. En zo hoort dat ook. Ik hoop dat het ons lukt, Sandra nooit, maar dan ook nooit wat te hoeven laten merken. Hoe oud is ze nou eigenlijk, Sandra? 8. Nee. Ze is van de nacht dat jullie trouwen waarschijnlijk. Heel grappig. Weet je, het lijkt me altijd veel ouder, Sandra. Ouder dan ikzelf. Hadden we ons kind niet moeten laten weghalen. Ik dacht dat ik toen nog niet genoeg van je hield. Waar nog te doen? 20 zou het zijn. Ongelooflijk. Ze wil het Isaac noemen. Ja, we weten toch niet wat het wordt. Misschien wordt het wel een meisje. Als het een jongetje wordt, wil ze het Isaac noemen. En die naam is van mij. Isaac. Heeft ze nog wat moeten vertellen? Hoor je wel wat ik zeg? Begrijp je wat ik bedoel? Hoe begrijp jij in godsnaam al die boeken van je? Lees mij eens een keer. Ze wil het Isaac noemen. Die naam is van mij, voor mijn kind, als ik dat ooit nog krijgen zou. Nee, maar luister. De vader van Dori, die heette Isaac. Daarom wil ze het, denk ik. Hij heeft ze alweer gewonnen. Nou ja, ik wil het alleen maar vanwege Isaac Stern. Het is toch prachtig, al die foto's. Ik vind het prachtig. Maar weet je dan ook dat je dat zelf nooit bereiken kunt? Nooit zelf aanraken? Het is toch prachtig om te weten dat zulke vrouwen bestaan? Zulke perfecte vormen. Zulke exacte vormen. De invulling van waar je naar verlangt en tegelijk dat waar je verlangen nieuwe impulsen van krijgt. Wat zouden wij moeten beginnen zonder dat verlangen? Wat zouden jullie moeten beginnen zonder dat verlangen bij ons? Daar zou ik eens over na moeten denken. Dat we dan zouden moeten beginnen. Dat we de planten van verschillende soorten bij elkaar op één plek groeien, bewijzen dat ze dezelfde eisen stellen van het milieu. Hè? Maar als ze tot één plantengemeenschap horen, zonder elkaar zich te verdringen op de duur, hè, dan moeten ze dezelfde eisen stellen aan het milieu en daar ook aanpassen. Ik bedoel, bepaalde aanpassingen hebben moeten plegen aan het milieu. Bijvoorbeeld de wortels.
Die moeten zich op verschillende diepten vertakken om het voedsel op te nemen. En de bladen moeten zich in verschillende jaargetijden uitspreiden in het licht. Anders gezegd, de partners van een plantengemeenschap moeten overeenstemmen in milieuaanpassingen, maar verschillen in details van die aanpassingswijze. Grijp je? Als jullie nog willen meerijden, ik ga. Ik denk dat je vrouwtje nog niet in zou komen. Ja, er lijkt er iets tussen te komen. Een dikke vette kop zal er tussen gekomen zijn. Ja, heb je alles? Wat had ik dan mee? Nou, niks, kom. Alexander wil naar huis, moeten de mensen niet laten wachten. Die is juist wel aardig aangeboden. Ik zei, zien jullie niet dat die vis bijna verhongerd is? Ik ging eten voor hem zoeken, maar overal zaten kruiden in, hete kruiden. Peper, zout, sambal. Ik wist niet wat ik hem geven moest. Toen dacht ik, ei, een eitje kan geen kwaad. Ik ga een eitje koken voor die vis. Zo zonde. Tegen mij heb je nooit zoiets gezegd. Wat? Ik klaag niet. Ik stel vast. Ik zeg niet dat ik iets tekort gekomen ben. Waar heb je het over? Koosnaampjes. Troetelwoordjes. Ik vraag me alleen aan, waarom niet? Maar waar heb je het over? Poekie. Oh ja. Ja, ik dacht al, het is niet zo aardig van. Reuze aardig juist. Maar niet tegen mij. Nou, dat bedoel ik niet. Waarom niet? Gewoon iets wat me interesseert. Waarom ik jou nooit spooky genoemd. Of zoiets, ja. Zou ik niet durven. Niet durven? Nee. Waarom niet? Dat weet ik. Ach, kom. Nee, dat weet ik niet. Oneindig vrolijk hoop ik dat hij wordt. Maar wel, maar geen losbol. Maar wel... Maar geen dronken lor. En dat hij iets leert van wat hem echt interesseert. Dat de dingen hem hevig interesseren. Dan hoeft hij de wereld niet te redden. Oh, gelukkig. Dat kan hij toch niet. Gelukkig maar, ja. Maar dat weet ik niet. Je lacht me uit. Nee, hey, lach je uit. Iemand moet de wereld redden. Lach je echt niet uit. Ja, als hij maar niet het omgekeerde doet. Niet van jouw vruchtig is. Niet ververs. Ik hoop dat hij een beetje op mijn vader gaat lijken. Al weet ik niet hoe dat is. Nou, dat zie ik dan meteen. Dat is toch fantastisch? Dat diegene van mijn ouders weer, dat het steeds weer terugkomt. Ik wou dat ik ze dat kon vertellen. Dat ik ze met terugwerkende kracht... Ja, dat is terugwerkende kracht. Als dat zou kunnen, met terugwerkende kracht vertellen. Je lacht me uit. Nee, ik lach helemaal niet uit. Simon, je hebt mijn vader wel gekend, hè? Zoals de banaliteit van het kwaad bestaat, bestaat ook een banaliteit van het toeval. Hé, die term banaliteit van het kwaad is niet van van de Arends, zoals je weet, hè? Maar die gebruikt ze zonder te vermelden dat Jozef Conrad die is een inleiding tot Under Western Eyes. Kijk dat. Under Western Eyes. Magnifiek. Hoe prachtig. Magnifiek. Zoals jij toen zei. Breslauer. Breslauer. Ik had gezegd. Dat is mij. Maar ken je dat? Under Western Eyes. De eerste keer zei je het met een soort schrik in je stem. Breslauer. De tweede keer zei je het op een toon van... Ja, daar wil ik nooit meer aan denken. Je hebt goede oren. Ja.
Gelukkig wel. Je weet niet. Wat? Ja, als je geen goede oren had, dan had je ook geen last van te veel horen. Ik bedoel, overgevoelig voor geluiden. Leid je daar niet. Maar als je In the Rest of Ice niet kent, dan moet je dat echt eens een keer lezen. Ik moet het geloof ik nog ergens zien. En als ik dat gelezen heb, vertel je me dan wat je over mijn vader herinnert. Hoe moet dat nou? Als ik hem in zijn goede dagen gekend had, ja, met alle liefde zou ik alles over hem vertellen wat ik wist, met alle liefde. Maar nu, laat jullie verleden nou niet, dus geloof me, mijn kind, je zou daar niets aan hebben. Vind je niet dat ik oud genoeg ben om dat zelf te beoordelen? Niemand is ooit oud genoeg. Ik ben wel oud genoeg met rust gelaten. Neem je niet kwalen. Is het troostloos? De troost is in het weten. Niet weten, dat is nog veel erger. Nee, daar vergis je in, kind. Daar vergis je. Kind! Sorry. Neem me niet kwalen. Ik zal het niet meer zeggen. Waar zit je daar nou al die tijd nou mee? Je zal... 40 jaar geleden, en waar blijft het vergeten dan? Ik zit er nog veel erger mee, sinds jij zo zei. Breslauer. En dat is nog geen 10 jaar geleden. Maar wanneer was het dan dat ik dat zei? Op de bruiloft van Nico alleen. Ja, onze eerste ontmoeting. Kom je daar al die tijd in mee? Ik had het gevoel dat het jou ook schokte. Schokte, dat is... veel te zwak woord. Maar ja, daarom. Maar nu dacht ik...
Duif, kom hier. Ging dat anders? Dan zou het allemaal niet zo open gegaan zijn. Zo open? Dat iedereen weet wie de vader van zo'n kind is. Vroeger werd dat soort dingen geheim gehouden. Geheim is een onding. Het is wel goed dat het uit de mode is. De mode? Nou, niet dan. Nou, dat hangt er toch helemaal vanaf hoe het is voor zo'n kind. Sommige dingen kunnen kinderen eenmaal beter niet weten. Kinderen kunnen toch niet alles begrijpen zoals wij het begrijpen. Dan mag je ze niet belasten. Vind ik hoor. Je hebt het zeker over jezelf. Of over je vrouw dan. Als je zo'n kind niet vertelt wat de moeder doet, en het komt er later zelf nog eens achter, dat is nog veel erger. Oh ja, wat doet je vrouw dan, Alexander? Niets. Maar, niet goed, hè? Niet dan? Ik geloofde met de bevalling te helpen. Ja, dat was voordat hij wist wie de vader was. Zou dat het zijn? Ja, waar is hij dan? Ja, waar is hij dan? Als het op gerekend dat ze thuis kon blijven, dan moest ze toch naar het ziekenhuis. Nou ja, dat is toch niet zo waarom? Nou, voor haar wel. Waarom voor haar wel? Ik weet niet, daar associaties of zo, denk ik. En jij, had jij niet bij die bevalling geweest? Ik ben nog eerst bij de bevalling van Lea geweest. Van Lea? Ja, toen Lea geboren werd. En Lea? Lea weet van niks. Die is totaal overstuur sinds Nico zoek is. Ik heb er nog niks over door, ik kan niet vertellen. Niks. Nu ik zelf een dochter heb, kan ik me niet meer voorstellen dat Lea en ik... dat we toen die zwangerschap van Lea niet door hebben laten gaan. Dat wist ik niet. Dus jullie hadden bijna een kind gehad? Wist je dat niet? Nee, dat wist ik niet. Ada wist het wel. Ja, maar ik wist het niet. Dat je dat niet wist. Dat wist ik niet. Weet je dat ik dat niet wist? Dus dat wist je niet? Nee. Hoe zou dat dan komen dat ik nooit wat weet? Misschien wil ze je sparen. Sparen? Wist je het echt niet? Nee, nooit geweten. Alles was anders gelopen, misschien. Misschien waren jullie wel bij elkaar gebleven. Maar ik kan het eerlijk gezegd niet zo heel veel schelen waar Nico heen is. Oh ja, Nico heb ik een sereen. Ben je zo lang niet. Ik ben wel blij met mijn dochtertje. Heel erg blij. Wat hoop jij dat het wordt? Ja, dat het wordt. Ja, een jongen. Oh, een jongen, dat weet ik al de hele tijd. Ik zou niet weten wat ik met een jongen moest. Maar meisjes zijn ook niet altijd gemakkelijk. Vooral niet als je er twee hebt. Dat is niet vies. Oh, maar dan hebben jullie dus... Dat is niet vies. Nee, dat wist ik niet. Ik dacht altijd dat je dat wist. Kijk, ik denk dat ik... Als ik dat geweten had... Misschien had ik het wat tegen... Ja, ik denk dat ik het tegen had willen houden. Achteraf vind ik het ook ontzettend stom. Maar ik niet weet. Ik dacht dat hij ook tegen... dat hij altijd voor het leven koos. Vraag het dan zelf. Want het is bijna een kleinkind. Nee, ik kan het niet vragen. Nee, niet nu, niet in deze tijd. Sommige mensen worden geboren. Anderen niet. Ik heb zoveel vanaf. Wat had dat kind een verschil gemaakt? Nee, dat wist ik niet. Hier kan ik niet tegen. Hier kan ik niet tegen. Dag Alexander. Ben je bij de telefoon gebleven? Ja. Niemand heeft hem gezien, niemand heeft hem gehoord. Al dagenlang is Nico in zoek. Ja, ik weet het. Sinds wanneer? Oh, kan dat je wat schelen? Niet echt. Ben je bij de telefoon gebleven? Nee, dat is hem. Dat is hem. Ik voel het. Dat is hem. Nou, wie neemt hem op? Simon, ja? Door je eigen zoon. Oh, gefeliciteerd. Dank je wel.
Waar ga je naartoe? Ik ga het aan vertellen. Nee, wacht nog een dagje. Ze is ongerust. Nee, ik ga het nu vertellen. Weet je wat je doet? Lea, je gaat te ver. Nu denk je zeker dat ik weer gesmijten. Ik wou dat ik dat nog kon. Kun je het tegenwoordig niet meer? Nee. Kon ik het nog maar. Wat doe je dan nu? Ik bedoel, hoe... Voel maar. Bob, dat lijkt wel een mitrailleur. Daarom denk ik het ook niet zo goed voor mijn moeder. Gekke. Dat het niks meer te betekenen heeft. Helemaal niet. En dan zou ik weer gaan smijten. Je bent tenslotte zijn vrouw. Nee, laat Lea het uit. Het is iets tussen mij en jou. Tussen mij en jou? Tussen jou en Nico? Die zegt nou altijd, dan mag je de mensen niet meer belasten. In dit geval denk ik er anders over, dat weet je. Ik heb zo gevoeld dat Nico de zwart op de vlucht is gejaagd en dat zwart hem zo weer terug kan krijgen. Nou nee, dat heeft alleen maar met zijn werk te maken. Nou, ik geloof niet. Ik geloof dat het wat anders is. Heeft hij niet verteld van die brieven? Zwart wil ze niet aan Nico geven. Hij wil Nico daar niet mee belasten. En ik vind dat... Welke brieven? Van zijn moeder, uit het kamp. Zwart wil ze niet aan Nico laten lezen. En ik heb mijn mondje dus voor mij gevraagd. Ja, expres. Ik ben nou eenmaal voor openheid. Dan kan je de dingen beter verwerken als je weet hoe het is. Komt vast. Verwerken? Verwerken? Duif gaat de psychologie in. Zo van de stomerij, zo de psychologie in. Godverdomme, Lea, ik vind het rot. Maar dit is wat mij niet rot is. Maar verwerken. Wat is dat nou weer voor flauwekul? Hoe heet die? Hoe heet dat ook alweer? Iets met kat. Catharsis. Lulkoek toch? Ik had die brieven gewoon moeten verbranden. Hadden we nou die toestand niet gehad? Nou, als je dat denkt, verbrand ze dan. Dat weet ik niet. Kijk, het ligt eraan wat erin staat. Ik denk ook het doen. Ik vind dat Nico zo moet hebben. Maar waar weet Nico nou van die brieven? Ja, daar is toch die hele heibel over ontstaan. Heibel? Weet je daar niet van? Weet wanneer? Dat toen Duif zo stom was om die brieven aan Nico te laten zien. Zo stom. Zo stom. Nou, dat neem ik op een verantwoording als ze stom is. Maar ik zag hoe die jongen in de put zat en ik denk, die brieven, daar heeft hij misschien wel. Dat straks dus. Eindelijk. Nou, eindelijk, daar bedoel ik mee. Nee, kwalijk niet, maar... Ja, al zo lang als ik je ken, daarom zeg ik eindelijk. Ja, natuurlijk weet ik dat je daar niets aan doen kan. Nou, ik zeg alleen maar eindelijk. Dat is toch niet zo erg? Ja, ik niet alleen. Iedereen verheugt zich er hier op. Ada vooral. Nee, ik hang niet op. Hang jij maar op. Als jij opgehangen hebt, doe ik het ook. Doe maar gerust. Doe dan. Eerst jij. Hoe bedoel je pesten? Dat is geen pesten. Hang er maar gewoon op. Ik ben zo vreselijk ongerust. Ik weet niet waar Nico is. Weet jij waar Nico is? Zeg me dan. Zwart maakt zich helemaal niet druk. Die zegt, die lamp niet in 7 sloten tegelijk. En ik zeg, 1 is al genoeg. Dat zie je aan David. Dat was helemaal geen stel. Dat was gewoon een badkuip. Het is niet grappig. Dat gaat echt te ver. Ik laat je met mij gaan mee. Nou, als hij nou, weet je het echt niet? Vertelt hij in jou dan helemaal niet waar die is? Oh, en al zou hij het mij laten weten. En als hij nou erbij vertelt dat ik het dan niemand door mag vertellen. Ja, maar ik hoef niet te weten waar hij is, als ik maar weet dat hij ergens is. Jij maakt je weer ongerust om niets. Om niks? Dat is juist het ergste. Je moet niet elke keer over David beginnen, dat vinden de mensen niet prettig. Ik? Jij? Ik heb het helemaal niet over David, ik heb het over Nico. Ik wil weten waar die is om jou gerust te stellen. Om mij gerust te stellen? Ik ben nogal ongerust. Ja, je bent dood ongerust, dat weet je best. Als ik dat toegeef, dan doe ik dat zeker niet in deze kamer. Dat weet jij heel goed uit. Zullen we dan naar huis gaan? Ik doe ook niet overdag, dat weet je ook echt goed. Je bent me berekend.
Ja, op je gemak, hè. Lea! Lea! Wat nou, Lea, Lea? Nou, even zeggen dat het is bijgelegd. Dan vertelt ze misschien bij Rinsema's. Bij de Rinsema's? Wat doe jij, godsverdomme? Nadenken. Dat is nogal een intellectuele omgeving. De Rinsema's, dat is toch de familie waar die ondergedoken heeft gezeten in de oorlog? Wat doet hij daar? Is toch geen oorlog meer? Hij idealiseert de Rinsema's. Hij raakt in totale regressie. Hij doet helemaal niks. Hij helpt een beetje mee het werk. Lammetjes tijd. De schapen verwallen. Dan moet er s'nachts iemand wakker zijn. En Nico is een nachtdier altijd al geweest. Eerst gynaecoloog, dat was natuurlijk meestal s'nachts. Toen directeur, nou slaper overdag. Nachtportier en nu dit weer. Als het licht wordt, gaan hij naar bed, zegt hij. En dan leef je toch niet? Nou ja, die lammetjes leven. Ja, om lamschap te worden, of lamsbout, of lamskarbonade. Nou zeg. Ik droomde dat ze me martelden. Ze zeiden dat ze eerst mijn ballen kapot zouden trappen. Wat een geluk dat ze op Hollands praten. Ik zit ook wel een goed creatief schrijven over de Holocaust. Nee, dus ze zullen er mij in zo'n beetje. Ja? Ja, dat is speciaal ingesteld om herinneringen niet verloren te laten gaan. En het zal ook heel goed voor mensen zijn om alles eens eruit te laten komen. Ik wou ook eens goed creatief schrijven. Ja. Dat vind ik een belediging, waarom ik niet? Ja, ik zeg dan schrijf dan over mij. Ja, dat doe ik ook, bedacht je. Ik ga jouw autobiografie schrijven, dacht ik. Maar zonder geen tijd, ik was dat echt van plan. Ik heb ook al heel wat meegemaakt. Met Nico. Ik heb toch aardig opgevoed, al zeg ik zelf. Ik heb er geen moment bij stilgestaan dat de oorlogsslachtoffer was waarvoor ik de boterham moest spelen. Dat soort woorden was toen nog niet in omloop. Tweede generatie. Of eerst eigenlijk. Nico. Hoe zou hij zichzelf indelen? Maar ik was echt van plan met het creatief schrijven. Ik vind dat je het moet doen. Dat, ja, dat schrijven, dat is echt geen onzin. En jij was toch altijd een voorstander van zand roken? Opnieuw beginnen. Vergeten, zo gauw mogelijk vergeten. De mens mag wel van mening veranderen, ook wordt in de materie. En wie geeft die les? Les, het is geen les. Nou ja, wat is dat voor iemand? Nou ja, ik geloof niet dat het een doods iemand is, maar wel zoiets. Zoiets? Ja, je weet wat ik bedoel. Het is meer zo iemand uit een randstad. Een bijzonder iemand. Voor de oorlog waren er 681 Joden in Zwolle. Allemaal bijzondere iemanden. Of helemaal geen bijzondere iemanden. Tenminste, niet bijzonder dan al die andere Zwolse mensen. Ook allemaal bijzonder of niet bijzonder. Ja, dat weet ik heus wel. Je moet me niet op een woord vangen. We doen het tenslotte goed. Niet zo overgevoelig. Ja, ik ben overgevoelig. Ja, en wat noem je nou Joods? Als ik denk dat ik er afstand van doen kan, vind ik het een rijk en vol leven. Als ik denk dat ik hier mijn leven mee toe moet, vind ik het mager en kaal.
Ben je al die tijd bij de Rinsma's geweest? Ja, weet dat die me met rust laat. Die begrijpen? Niks begrijpen. Begrijpen. Nee, nee, gewoon met rust laten. Maar willen ze dan niet dat je iets uitlegt? Oh nee, nee, zo zijn ze niet hoor. Hij zei alleen, ik ben altijd groot op je geweest. Om wat je bereikt hebt, dat je het zo ver geschopt hebt, genezen directeur. En toen zei zij weer, groot zijn op het groot, dat is niet groot van je. En toen zei hij, ja, daar heb je ook weer gelijk. Verder heb ik het niet over gehad. Net zoals met een twee van elkaar weglopende einde van een diepe bal pleegde zeggen. Dat ze elkaar in het oneindige kussen. Ook al is geen mens ooit op een zo ver verwijderde plek geweest. En je zoontje? Die kon niet wachten tot jij erop zou duiken. Oh, sorry. Mag ik hem zien? Of ben je daar nog te kwaad voor? Kwaad? Nou ja, ik had toch min of meer beloofd. Niet min of meer, gewoon beloofd. Ja, dat ken je niet, dat iets je zomaar overvalt. Ik was al blij met die vreemde dokter. Zoveel pijn, ik had geen idee. Ik heb hem in zijn hand gebeten. Jij? Ja, ik dacht dat het laken was. Opeens schreeuwde hij het uit. Maar goed dat jij het niet was. Ja, hier, doe dat. Ja, ben je gek? Ja, kom op, doe nou. Kom. Anne! Ik droomde dat ik je uit mijn dagboek wilde voorlezen. Ja, een dagboek? Dat wist ik niet. Heb ik ook niet. Er stond al door liefde in. Alsof het brieven waren. Dat was de aanleiding. Ik was helemaal vergeten dat ik je liefde noemde. Droomde je dat je dat vergeten was? Nee, ik was het echt vergeten. Ik zag het pas weer in mijn dagboek. In dat dagboek dat dus niet bestaat? Ik heb toch geen ander dagboek? Geef ze helemaal geen veiligheid door ze al de veiligheid te geven. Een beetje nonchalance kan ik wel. Nonchalance? Maar ik ben helemaal niet nonchalant. Moet ik dan opeens gaan doen alsof ik dat wel ben? Gewoon een beetje minder je om die veiligheid bekommeren. Gewoon? Wat is nou gewoon? Ik vind dat niet gewoon nonchalance. Ben ik als de dood dat ze iets overkomt? Maar dat merken ze toch ook, die angst. Die angst dat ze iets overkomt, geef ik juist door met al die veiligheid. Dat heb ik zelf ook helemaal verkeerd gedaan. Met wie? Met iedereen. Met mezelf. Anders toch vastgeland. Nou, dat vind ik helemaal niet gek. Het is toch ook allemaal doodgriezelig. De wereld. De wereld nog wel. Weet je, als ik hier zo voor mijn raam zit, heb ik een schitterend zicht op mijn geheugen. Op je geheugen? Bedoel je je herinneringen? Nee, ik bedoel wat ik zeg. Kan ik je niet volgen? Nee. Jammer. Heb je al iets gegeten? Ja, iets geraspt. Geraspt. Mijn herinneringen slaan op de toekomst. Ik herinner me alles wat nog gaat gebeuren, terwijl mijn geheugen. Je onderbrak me met die onzin over het eten. Oude mensen moet je uit laten praten, anders raken ze de draad kwijt, weet je? Ja. Toen ik jong was, hield ik er ook niet van. Waarom kan je wel zeggen, ik voel me voelen, ik zie me zien en niet, ik denk me denken? Want dat doe ik. Zoals Lea al zei, dat zou Ada niet nodig gevonden hebben. Oh, wij
zit het weer naast. Dat heeft niemand gezegd. Hoewel ik dat zwart wel het prijs was. Ik heb er zelf ook nog over gedacht, maar het leek me een beetje. Een bruidje gaat tegenwoordig ook niet altijd meer in het wit. Ik wil jullie wat vertellen. Ja, dat kan straks ook nog wel. Nee, dat kan straks niet nog wel. Die Ada, dat was een gigant. Jullie weten niet half wat een gigant dat was. En nou is ze uiteindelijk lekker dood en ik zit in de graf en is ze overal vanaf. Maar nou zal ik jullie iets wat vertellen. Ja, dat heb je al gezegd. Ja, dat heb ik wel gezegd, maar ik heb het nog niet gedaan. Ik zoek naar woorden, maar ik kan ze niet vinden. Heerlijk nieuws. Maar ik wil mijn mening niet aan het gezelschap opdringen. Ja, maar dat... Heel juist, Nico. Het wordt eens tijd dat jullie wakker worden. Dat je beseft wat een voorrecht het is om je vrouw zo te kunnen begraven. Dat jullie niet in het zwart zijn, is tot daaraan toe. Maar dat jullie niet janken, dat je janken kan. Dat dat mag, op de dag zelf. Ik zal jullie zeggen wat ik het allerergste vind. Het allerergste vind ik van die nepzeep. Mijn vrouw was niet mooi, maar ze was ontzettend lekker. Ze had van dat ongezeggelijke haar, dat zo plukte. Zo hier een plukje en daar. Bijna kroezig haar. Roeskleur. En ze had zo'n heel zacht vel. Dat hebben die vrouwen met roodachtig haar. En die moest worden afgemaakt. En Ada, die kon dat niet verwerken. Ada heeft mijn moeder helemaal nooit gekend. En toch kon ze dat niet verwerken. Gek, hè? Want Ada wist dat ook van die zeep. Dat er ergens in de wereld mensen zitten die stukjes steen in een wikkelpoel bij zeep ontstaan. De organisatie die daarachter zit. Kijk, dat ze ze allemaal wilden afmaken, dat weten we. Dat gas daarvoor de beste manier was, dat weten we ook. Dat ze zogenaamd naar de douche gingen en zo, dat is bekend. Dat is overbekend. Ik zou dat wel eens één dag willen vergeten. En dat kunnen jullie. Het allerergste, dat voordat ze naar de douche gingen, dat ze een stukje zeep kregen. Maar dat was geen zeep. Dat was heel netjes als zeepverpakte steen. Wie dat bedacht heeft, wie al die steentjes hebben ingepakt. En dat mijn Lize ook nog een stukje steen heeft gekregen. En waarom ontdekte ze dat geen zeep was? Toen ze al gas rook? Ik begrijp niet dat jullie niet ook de hele dag lopen te brullen! Maar dat helpt niet. Dat doe je niet omdat het helpt. Dat doe je omdat je het niet laten kunt. Ada is zo'n inrichting opgenomen om te leren verwerken. Dat weet je, ja? Dat weet je. Verwerken. Ik geloof dat ook niet zo. Maar ik geloof ook niet in brullen. Ik brul van binnen. Dat wel. Waar is Nico? Nico krijgt diarree van dit soort situaties. We moeten oppas af gaan lossen. Je hebt gelijk, zwart. We moeten waakzaam zijn. Waakzaam zijn? Was dat dan niet voor een eigen koek? Dat is niet nog eens gebeurd. Daarvoor moeten we waakzaam zijn. Weet jij maar waakzaam, Pien? Dan gebeurt het niet vast nog eens. Dat is ook nooit goed. Fijn dat je er was, Pien. Heel fijn. Bedankt voor al je hulp, ja? Ach, dat was niks. Nee, Ada, die vond het heel fijn. Dat heeft ze heel vaak gezegd. Oude mensen ziek helpen, dat is een mitswe. Ik was blij dat ik het doen kon. Ik vind het heel fijn. Kom nog straks, ja. Meen je dat? Ja, dat meen ik. Ik zou het heel prettig. Het was een mooie begrafenis. Ik vind Joodse begrafenis het mooiste wat er is. Ja, ik ook. En dan te denken aan al die stakkers die begraven zijn. Die niet begraven zijn. Wat een verliespost trouwens voor de begrafenisondernemer. Er staat tegenover dat de psychiatrie en de drankenhandel de dood hebben. Dat klopt, maar ik heb gewoon nog een dubbel op. Dan slak je zeker wel naar een glaasje. Dori kent. Dori lijkt op mijn vrouw. Nico wil dat niet geloven, maar Dori lijkt op mijn vrouw. Ik vind het maar raar, zwart, dat je het altijd over de vrouw hebt. En nooit over je oudste zoon. Die is toch ook vermoord? Nou, ik ga echt. Hey, wat een groot gezelschap.
Hoe kom jij hier binnen? Wat moet je met dat ding? Heeft Anna niet verteld dat ik hier naast moet komen wonen? Nou zeg, ze vond het juist wel leuk. Nou ja, nu doe ik elke week het gras al 3 weken lang. Waar is ze, Anna? Ik heb haar net begraven. Wat? Ja, zo is dat. En vorige week zei ze nog... Wat? Ze zei tot volgende week. Waarom heb je me dat niet laten weten? Misschien wel naar je oude adres, weet ik veel. Waarom heb je niet gezegd dat je hiernaast moet komen wonen? Ja, ik dacht, dat zal Ada wel vertellen. Ze vond het zo geweldig nieuws. Ze heeft me nog een enorme bos bloemen gestuurd. Dat is een plaat gestuurd. Ongelooflijk. Samenloop van omstandigheden. Ook mijn ziel verheugd. Ze was ook nogal verstrooid. Ja, daarom juist. Ik bedoel, ik heb haar beloofd haar te helpen. En nu? En mijn vrouw en mijn dochtertje. Wat is daarmee? Ja, die had ik willen laten zien. We zouden morgen met z'n drieën. Ja, sorry hoor. Het komt zo totaal onverwacht. Ik had nog foto's willen maken en nu is ze al begraven. Sorry hoor, het is voor jullie veel erger dan voor mij, maar... overvalt me zo. Dan ga ik maar. Wil je niet iets drinken of zo? Nee. Dat je me niet hebt gebeld. Ik had ook zoveel tegelijk. Ja, maar je wist toch dat ik zo... Ik vond het ook wel vreemd dat je er niet was op de begrafenis. Ik heb nog overal gezocht. Maar toen ik je niet zag, dacht ik van... Die is vast een reportage aan het maken. Nee, echt, dat dacht ik. Op reis. Nee hoor, dichterbij dan ooit. Is het mogelijk? Wat nu? Maar toch dat je kom hier zou halen. Ik moet weg. Die schrik zich dood. Dit is hier iemand die steeds afgeronde lucifer doet in het doosje. Want als jij je eigen tanden nog allemaal hebt. Wat moet ik nou doen met al het doel? Je kan hem vast laten. Ja, maar heeft iemand misschien dezelfde schoenenmaat of zo? Simon, dat heeft toch allemaal geen haast? Ja, maar kunnen we hier een eentje? Heb je geroken? Zal ik een aansteker voor je kopen? Nee, geen aansteker. Ik rook maar zo af en toe. Is iets van die leuke aanstekers tegenwoordig en dan denk ik niet waarom ik hier iemand verwist. Ze zijn wel een beetje geel, niet erg wit meer. Wat? Maar vroeger had je van die blinkend witte tanden. Papa papier zei dat het wordt gehad. Die heeft ze van mij. Alexander, je dochtertje, ze kopje halen ze. Oh jee, schat. Nee, ja, ik kom eraan. Ik ga. Ik ga morgen voor 3 dagen naar Peru en dan kom ik daarna de tuin wel doen. Hier is een vaste sleutel terug. Nee, hou die maar. Lea? Ik weet het niet. Ook niet. Ik was er sowieso trots op. Morgen ga ik naar Bolivia. Ik dacht dat je zei Peru. Ja, Bolivia is pas volgende week. Dat is ook toevallig, daar ga ik ook heen volgende week. Hé? Jij? Ja. 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 Thank you.
Vriendje, gaan we toch? Oh, nooit zien wel. Ik bel al dat we een paar dagen later komen. Ja, naar het huisje. Naar het huisje. Het huisje op Ameland natuurlijk. Ameland? Ja, dat weet je toch? Nee, ik weet er allemaal niks. Ik kom net van hiernaast. Jij? Wat een toestand, dat arme kind. Je kent ze toch helemaal niet? Alexander toch wel. Die heb ik hier vaak genoeg ontmoet. Die kleine Sandra. Zijn vrouw niet, die heb ik nooit. Nee, maar die is er ook nooit geweest. Wat een mooi mens was dat. Ze heeft daar zo prachtig opgebaard. Die hou ik niet van. Jij zou daar juist aan gewend moeten zijn. Dat vindt nooit. En jij? Ik herinner me mijn lieve leven. Die arme kleine Sandra. Nee, ik. Dus ze waren helemaal gaan. Niks te zien van een ongeluk. Gelukkig. Alsof ze zo weer wakker konden worden. Ik vind het zo'n raar idee. Alexander dood. Ik zou er juist naartoe zijn gegaan. Ben je daar nooit geweest? Nee. Ja, zal blijkbaar niet tegen Lea. Hoewel ze. Oh, I'm so sorry. Oh, I am completely forgotten. Oh, I'm so sorry. No, wait, just one second. Just one second. No, let me. No, it's too heavy. Pien? Ja, zo'n ongeluk natuurlijk opeens. We hadden het je willen zeggen. Wat? Hans die belde en die vroeg of zijn vrouw of zijn vriendin hier kon logeren. En nou ja, dat ongeluk, ja, ze is er dus al. Ja, en bij ons kon het niet, want we hadden Nico al net een paar dagen vrijgenomen omdat we een paar dagen weg zouden. Ik ga al, maar niet daar langs. Wat komt dat mensen hier doen? Maar ja, wij dachten dat ze beter hier konden logeren bij Lea's vader dan. Maar we kunnen haar toch niet helemaal naar het buiten laten staan. Ja, we kunnen haar toch ook niet binnen laten. Hoe kom ik eruit? Wat doen jullie trouwens hier? Nou ja, wij kwamen dat aan Simon vertellen van het ongeluk. Nee, wij kwamen, goeiedag zeggen, omdat we een paar dagen naar Ameland zouden gaan. Nee, niet naar Ameland, we zouden een paar dagen weg. En Ameland? Ja, naar Ameland. Nee, helemaal niet naar Ameland. Ja, en toen kwam het ongeluk. Ja, en toen kwam dat mens. Wacht, ik breng wel even naar boven toe. Excuse me, you got a sort of. Sorry. We just heard that our neighbor died and he was one of our best friends. Oh my god, what a moment. Maybe I should. Oh, I know how much neighbors can meet sometimes. He was also married to my wife. Was he? Let me introduce you. This is Pien. Pien? Yes, Pien. Oh, Pien. I'm so happy to see you. Dit is denk ik wel genoeg voor vandaag. I'm sorry, my father is not at home, but I'll show you your room. Nico, wat komt ze hier doen? Wat wil ze van mijn kinderen? Van mijn kinderen blijf ze af! Ja, nou ja, Hans is wel mijn oudste vriend, Tom. Maar waarom weet ik dat niet? Mijn kinderen krijgen ze niet te zien, als hij dat maar niet denkt. Wij vonden dat Hans dat jou zelf moest vertellen. Ja, dat heeft hij niet gedaan. Nee, daar was ik al bang voor. Ja, dat heeft hij niet gedaan. Wat lach om dat mensen te sturen. Nou ja, zeg, Pien. Nou ja, Pien, wat zijn jullie stemmetje achterbakse klootzakken? Wat een rot klootkerel zijn jullie. Ja, jij ook. Jullie allemaal. Wat een oplepers. Ze vindt het vreselijk. Ze wist niet dat jij niet wist dat ze zou komen. Ze ligt te huilen. Ik ga naar toe. Nee, je gaat niet naar toe. Je gaat naar huis toe. Vermoei je niet met mij. Wat ik krijg je dan? Volg ik uit. Ik loop. Geloof je dat? Kan jou wat schelen wat met mij gebeurt? Ja, natuurlijk kan ons dat wat schelen. Klets niet, Rotwijf. Elke keer als Hans belde, dan wilde je nog zijn. Je had het zelf moeten vertellen. Vind je dat we haar zou kunnen laten gaan? Ik kan er niet blijven. Maar wat was dat nou met Ameland? Ja, dat kan nu eens niet. Ja, wat was dat met Ameland? Nou, ik dacht dat jij dat wist. Wat? Dat ik dat huisje besteld had. Welk huisje? Dat huisje waar je een telefoonnummer niet meer van wist. Ik heb het gewoon aan Dori gevraagd. En die had ook het adres. En die zei dat jij het altijd zo naar je zin had gehad. Hoeft niet. Simon kon zijn sleutel niet vinden. En toen kwam net met een sleutel. Maar ik ken hem niet. Ja, mevrouw, uw moeder heeft mij je sleutel gegeven. In noodgevallen zei ze. Als ze niet thuis was. Of uw vader het wel niet zou horen. Ik heb dit voor hem meegenomen. Wilde ze graag terug hebben. Laatst toen die oude stoplamp mag had vervangen voor een nieuwe, heb ik dit
met de oude stortbak en al bij de vuilnis gegooid. Laat ik er dan toevallig doorheen tegenkomen. Alhoewel, de nieuwe stortbak, die werkt dan weer heel anders. Dat gaat met de knop. Dus strikt van aanwezigheid. Hoe heet zo'n ding eigenlijk? Dit is een facetwekker. Ja, dat zou je toch eigenlijk moeten weten. Het is wel algemeen ontwikkeld, maar de dingen die u dagelijks hanteert, dat valt me altijd op. Dat weet u niet van hoe zij zijn. Maar weet u dit dan nog niet nodig? Maar weet u het dan niet? Wat? Mijn vrouw is 3 weken geleden overleden. Ik weet het niet op mijn vrouw. Dus als dit dan niet meer nodig is, zal ik het meenemen hier aan. Nou, dan ga ik nog even naar meneer Alexander. Die is ook dood. Dood? Wat bedoelt u? Hij heeft samen met zijn vrouw een ongeluk gehad. Zeker in de war, omdat hij dat van zou aanraken. Maar hij had het altijd over haar. Maar dat heeft hij beter gezien. Had hij het over mijn moeder? Ja, eerst vanwege het sanitair. En later hebben we ook heel veel gepraat over de familie. Mijn moeder is Jana, maar geboren en gestorven. En het blijft het begrip moeder die altijd bezig houdt. En ook omdat hij nooit in moeder heeft gehad. Mevrouw Ada was. Het is ook niet voor niks. En toevallig dat hij hier wilde wonen. Soms lijkt wel of mager hij met zijn zij zomaar wat om zich heen maakt. En wat moet er nou met die kleine meid? Ach, ik sta niet bij met te vertragen. Ik ben niet kwaad. Ook wel van allemaal. Wel me wel als u mag. Het is zo gek. Het is net of ik al door iemand hoor huilen. Dat is Annabel. Wie zeg je? Annabel, de nieuwe vrouw van Hans, hierboven. Maar die kent Alexander toch helemaal niet? Die is hier bij mij boven, aan het huilen. Ja, dat mocht. Omdat Nico en ik een paar dagen naar Ameland zijn. Naar Ameland? Oh ja. Nee, niet naar Ameland. In ieder geval niet naar het huis. Oh. Nou ja, ik moet gaan. Isaac moet gehaald worden. Vader is een jaar na mijn geboorte hertrouwd omdat mijn moeder was. En toen is hij onlangs ook gestorven, mijn vader. Toen zat ik tussen die stiefmoeder en ik moeder vriend van hem. Maar die kerel zat me helemaal niet zo zin in. Een hengelaar. Een hengelaar? Nou, ik kook alles. Maar die kwaad. Eén keer moest ik zelfs naar het ziekenhuis omdat de vrouw in mijn keel was blijven staan. Ik stikte bijna, ik kon geen adem meer krijgen. Nou, ik had een keer ook niet zo erg gevonden hoor, als ik in die vrouw gebleven was. En de moeder? Zijn vrouw? Oh, die was allemaal weg toen. Ik zat toen alleen nog met die kerel, die vissen. Maar een vriend van. Op mijn 14 ben ik het huis uitgegaan en op 16 ben ik getrouwd. Getrouwd? Ja, hartstikke fijne knul. En ja, ik had een zoon. Ik had een zoon. Dat wordt ken ik niet. Nou, een kerel. Aanstelster. Ja, aanstelster. Net een hoeveel je interesseert voor een loodschieter. Nou, wat zou dat? Wat is aan mijn moeder gedacht als je zo meelevend bent? Had haar man niet afgepakt, boer? Onzeg. Zo zie ik dat nou eenmaal. De hoer van mijn vader heeft nog Hollands geleerd ook. Dat is slecht. Als dit mijn huis was, smijt ik jij eruit, knul. Weet je wat ik ga? Stinkt in de oude parfum. Dat ben ik. Jij? Ja, ik.
Welk zijn was? Nee, het is nog van mijn moeder geweest. Ja, ik heb het opgedaan, maar ik krijg het niet weg. Ik vind het ook wel stinkt. Ik heb al 100 van die flesjes, dus ik dacht, kom, ik doe er eens eentje op. Nou, dat is dus eens maar nooit weer. Maar dat heb ik niet gezegd. Jawel, je continueert met mij te willen beledigen. Al door maar door. Wanneer houdt het nou eens op? Wanneer accepteer je eindelijk eens de reality dat ik al meer dan 15 jaar de vrouw ben van je vader? Nooit. Leuker met een getrouwde man. Vind ik het smerigste wat er bestaat. Die vindt het grappig. Ja, ik vind namelijk een heel raar woord. Dat zijn woorden. Ik zag altijd waar het moet staan. Hoop nat. Jij kunt hopen wat je wilt. Ik wil met jou wel eens een ernstig gesprek hebben. Een slet weet niet wat ernst is. Wat jij helemaal durft te zeggen. Hij weet niet wat hij doet. Nu wordt het begrijpelijk wat Hans bedoelt. Je bent meer Richard dan je moeder. Richard, Brigitte. Ik snap niet dat Simon jou uit het huis toelaat. Of eigenlijk snap ik het misschien wel. Als jij Hans zijn zoon niet was... Ik ben Hans zijn zoon niet! Zou ik natuurlijk wel. Bemoei je er niet mee! Je vader heeft het opgegeven. Om met jij te proberen te praten. Als je wilt dat de rest van de wereld het ook opgeeft. Hij heeft het dikwijls geprobeerd, zegt hij. De rest van de wereld. Er zijn nog heel wat andere werelden, gelukkig. Werelden waarvan mensen zoals jij geen benul van hebben. Werelden waarin trouw is en vaders van hun kinderen houden. Vaders die er dag en nacht voor hun kinderen zijn. Dat soort vaders bestaan namelijk ook. Hij spreekt maar werkelijk voor jou, knul. Heeft ze een nieuw woord geleerd, moet ze dat gelijk gebruiken. Ik heb jouw spijt helemaal niet nodig. Well, I tried. Ja hoor. Ga maar naar hem toe en zeg hem dat maar. Zeg maar I tried. En maar denken dat ik moeilijk ben en jullie soepel. Nou, een beetje moeilijk ben je wel, hoor. Het is toch de limit. Moet ik nog makkelijk zijn ook? En meegaan? Komen logeren zeker. Spek eten bij mijn Joodse vader en zijn Joodse hoer. Ik zou wel koosje voor je. Ach, je bent zelf niet koosje. Wel, I try. Eerlijk gezegd, ik ga het ook niet zoeken. Wat? Nou, wat is met Joods en zo? Ik bedoel, mijn vader had ook spek, maar toch was hij Joods. Ja, maar ik weet wel dat ze verongelukt zijn. Kom zeg. En ik weet nog veel meer. Als je maar niet denkt dat je geloof was jou beweert. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Je bent schandelijk! Je bent genadeloos! Oh, doen is niet schandelijk! Maar de dingen bij de naam noemen zeggen waar het op staat, dat is schandelijk! Nee, goed dat ik het weet! Net of jij de enige bent die weet hoe het moet. Hoe wat moet? Nou, gewoon alles. Ik ben niet alleen, gelukkig niet. Ik wel, ik moet alles zelf bedenken. Religion. To be religious, dat makes things easier. Je hoeft niet alles opnieuw te denken. Alles ligt vast. Is dat zo? Dat is een dossiergeluid. Niet gehoord. Oké. Okay. One more try. Waar staat geschreven, men mag maar van een vrouw houden? Oké, okay. One more try. Dat staat geschreven op de gezichten van de eerlijke mens. Dat is such a child. Ik ga hem dat nog niet doen. En maar jeetje, en trouw dan? Ik weet niet, maar dat wordt dus toch niet voor niets uitgevonden, of wel? 60% van de mannen zijn op hun 40ste promiscuus geweest. Wat zijn ze geweest? Met een ander. Met een vrouw, anders dan die eigen vrouw. Dat geloof ik niet. Statistics. Statistiek. En toch geloof ik het niet. In wat voor wereld leven jullie? Het staat elke dag in de krant. Lees jullie geen krant? Don't you watch TV? Jullie? Doe je meisjes ook? Laat mij er buiten. Nee. Ik spreek tegen twee mensen. En jullie spreken mij tegen. Ja, Gein. Ik wil contact maken met jou. En dat Sandra erbij moet zijn. Oh nee, helemaal niet. Sorry, ik zit hier zomaar. Ik zit hier zo vaak. Ik wist dat jullie alleen wilden zijn. Blijf. Commandant Gein? Wil je alsjeblieft blijven, Sandra? Gein, ik wil met je praten. Daar ben ik hier voor. Dat weet je. Bent u speciaal voor Gein? Helemaal hierheen? Jee. Ze denkt dat als ze mij omkrijgt, dat we dan alle zeven bij onze verwekker gaan logeren. Ik ben zogezegd de first hurdle. Hoe weet jij dat? Hij is een IQ van boven 500. Statistics. The first hurdle. Dat heb ik je laatst willen zeggen tegen Simon. Moet je maar eens hard praten. Simon is dood. Pas voor het. Oké, maar dit is knapper. Je bent grof. Je zou geen enkele andere taal al nuance aan kunnen brengen omdat je kop zo grof is. Give me a break, Ariel. Ja, gein. Hij loopt zigzag en flipflop en I'm not going to give in. En ik verbied je. Weet je wat dat betekent? Ik verbied je to talk to my brothers and my sisters. En ik verbied je to speak Dutch. En ik verbied je vooral te spieken met mannen, die kort is op de killer. En if 60% of men misbehave, dat dan niet de 60% chance in every man to misbehave. Dus in heel veel opzichten horen bij die andere 40%. En dan waren het er maar 4, dan nog. Dus ga maar naar die man van je terug die ons verwekt heeft. En zeg hem maar dat die zoon die hij verwekt heeft, walgt.
van die 60%. Zeg hem dat zelf. En ik verzoek je geen poging meer te doen om Nederlands te spreken. Durf. I'm not interested in meeting him. Durf has nothing to do with it. Kom. Kom. Nou ja, ik ga. Maybe when you grow up. Ach, misschien vind Dory nog wel een aardige, lieve vader Isa. Als die nog een meer is. Oh, sorry. Ja, daar zitten we op te wachten. Eerst mijn moeder doodpesten en nou? Je bent echt helemaal niet veranderd. Jawel. Nee, echt helemaal niet. Ik ben veel dikker geworden, zie je dat niet? Nee. Dat ook. Ja, ik ook wel, kijk maar. Ik loop gelukkig filosofie 2 keer in de week. Helpt dat? Oh, er zitten vrouwen die zijn nog veel en veel dikker dan ik. Daar valt de mijne nog wel mee. Ik ben niet doodgepest. Wat moet je nou eens uit je hoofd zetten? Ik ben gewoon gestorven doordat ik een versleten hart heb. Het heeft niks met Simon te maken en ook niet met Simon en Dory. Het heeft ook niks met het kamp te maken. Er gaat ook wel eens gewoon iemand dood. Ja, maar niet iedereen blijft zich overal mee bemoeien. Ik wil me helemaal nergens mee bemoeien. Ik ben niet eens nieuwsgierig, ik ben gewoon geïnteresseerd. Wat duif je dan? Je neemt toch al jaren haar plaats in en die is toch ongelooflijk lief. Ik neem niet de plaats in van wie dan ook. Nee, die plaats kan nooit iemand meer innemen. Ik ben toch ook geboren? Dat heeft toch niks te maken met de anderen? Ik zou hoe dan ook geboren zijn, oorlog of geen oorlog. Ik neem alleen de plaats van mezelf. In plaats van lucht. Nico, ik wil je wat vragen. Wat dan? Wat voor ziekte heeft degene die deze pillen neemt? Wie heeft dat voorgeschreven? Gewoon, zijn dokter. Dorrie, bij oude mensen gaat het soms heel langzaam. Nee! Ja, je vroeg het toch zelf? Had ik dan moeten liegen? Nee, ik wil altijd alles weten, dat weet je. Maar kunnen we er niet eens wat langer over praten? Ik bedoel... kunnen we wat afspreken? Niet zo over één been of zo. Een middag of een avond of zo? Een middag? Een avond? Wat kan je nou zeggen in één middag? Kan je dan wel praten? Een middag? Een avond? Nou ja, dan niet hoor. Ik vraag me af, gaat hij nou ook zo tekeer als ik dus niet meer ben? Vind ik niet. Maar, je bent al niet van plan om voor mij de pijp uit te gaan? Maak je maar geen zorgen. Wat geef je dan? Er wordt iedereen denkt al zijn eigen begrafenis. Ik niet. Ik neem aan dat jij er. Nee, ik neem aan dat jij ervoor zorgt. Maak je maar geen zorgen. Er wordt de laatste tijd nogal wat afgestorven om ons heen. Niet zo met praten, dat kan ik me niet voorstellen. Misschien is hij veranderd. Ja, hij is zeker veranderd. En kijkt hij je daarbij aan? Dat weet ik niet. Stop. En bij mijn vader? Vind je het niet erg? Ik wilde toch zelf dat het stopte tussen Nico en mij. Ik was het zat, al dat gedoe. Dat was het niet, gedoe. Nou ja, wat het dan ook was. Ik had het idee dat ik ergens in meegetrokken werd, heel diep. Dat ik er nooit meer uit kon komen. Het is een wonder dat hij er wel is uitgekomen. Was razend ongerust, die hele tijd. Ik had nog met je willen praten. Ja. Maar... nou ja, nu Nico weer beter is, wil ik je toch nog eens wat vragen. Ja? Nou ja, laat het maar. Het had te maken toen Nico en ik nog getrouwd waren. Nou, dat doet er niet zo toe. Ik dacht dat je van mijn vader hield. Dat doe ik ook. Maar weet je niet dat hij doodziek is? Je laat een doodzieke man toch niet in de steek? Ik negeer nu even het chantageachtige van je vraag. Ik had hem al verlaten. Of liever gezegd, hij mij. Of liever, wij elkaar. Of nog juister, er is nooit sprake geweest van dat wij bij elkaar zouden blijven. Nooit. Oh. Oh. Ik dacht dat je voor mijn vader zou zorgen. Dat zou hij niet eens willen. Heeft hij dat gezegd? Heeft hij al doorgezegd? En dat geloof jij? Ja. Nou ja, we zien dan.
PvdA-congres kiest voor kolen. Dode long met succes getransplanteerd. Kijk je er nog geen genoeg van? Ik hoor het graag, daar doe ik het voor. Ik vind het buitengewoon lief aan je. Dat weet je. Wie niet lief is, moet lief doen. Wie zegt dat jij niet lief zou zijn? Ik ben de enige die in mijn eigen ziel kan kijken en die is niet lief. Nou, dan ben ik niet met je eens. Zijn we weer zo tegen elkaar. Het zou jouw eigen waarde aantasten als je zou moeten toegeven dat je enige kind niet lief zou zijn. Een enige kind? Oh, sorry. Je oudste dochter. Jullie zijn allemaal vanzelf wel lief. Toen ik een kind was, en is er zoveel liefde in me gegoten. Zoveel liefde. Mijn moeder was zo lief. Zo. Mijn vader. Bij mij is er ook heel wat liefde in gepompt. Door jullie en door Riet. Maar al die verschillende soorten liefde, dat ging niet goed. Dat ging schriften. Nou ja, wat wil je horen? Wat jij gefrustreerd hebt, dat zou weinig mensen kunnen opbrengen. Wat is het? Voel je wel goed? Nee, ik heb het al heel lang willen zeggen. Het blijft al veel te veel ongezegd. Ik waardeer het ontzettend hoe jij in de laatste jaren hebt aangepast. Dat is niet uit aardigheid, dat is uit opportunisme. Ik kom toch niet anders? Weet je, bij jullie komt het uit een of andere warmtebron. Is dat een verwijt of zo? Je kijkt me zo aan. Oh, dus je ogen zijn zo slecht nog niet. Ja, maar ik zie alles. Alleen die krant, die drukken ze tegenwoordig zo onduidelijk af. Steeds kleinere lettertjes of zo. Ja. 16 illegale verdronken. Bij een schipbreuk voor de kust van het Franse deel van Sint Maarten zijn woensdag zeker 16 illegale verdronken. Het stomme van jullie dood is dat jullie niet meer veranderen, maar steeds hetzelfde blijven zeggen. Terwijl ik iemand anders ben geworden. Het leven is voor wie blijft, de dood voor wie heen gaat. Isabella, je verwacht toch geen antwoord zeker? Natuurlijk verwacht ik een antwoord. Maar ik weet ook wel dat ik die niet krijg. Ik mis die ruzies meer dan wat ook. Meer dan wat ook? Ja, dat waren de enige ware momenten. Nu zit ik ze te verzinnen. Nou moet ik ze zelf bedenken. Hoe dan? Nou, je bent niet de enige dode. Het wordt dus tijd dat jullie ons laten stikken. En dat wij jullie eens laten stikken. En het woord holocaust moet hoognodig uit de roulatie worden genomen. Dat woord heb je nou nooit horen zeggen. Nee, maar je schermde er wel mee. Ik? Ik heb altijd gezegd dat ik een doodnormaal sterfgeval was. Wat klep, je weet wel. Nooit gedoe over gemaakt achteraf. Maar een oorlogsstap tot het ben je wel. En over het koop heb je nou ook nooit horen zeuren. Nee, zeuren niet. Maar het stilzwijgen heb ik wel degelijk gevoeld. Nou, zeg, het is ook nooit goed. Nee, had er maar wel over gesproken. En had het niet van die onmetelijkere proporties aangenomen. Maar het had onmetelijke proporties. Daarom heb ik er nooit iets over gezegd. Nu is het te laat. Iets nieuws heb ik niet te zeggen. Je kan erover lezen als je wil. Nou, zie je? Nou zaalde je er maar weer mee op. Dat moet eens afgelopen zijn. Het is 50 jaar geleden. Ik ben het zat. Begrijp dat dan. Ik wil eens gewoon ademen in het nu. Ja, dat begrijp ik. Het kan me niet schelen dat je dat begrijpt. Begrijp het dan! Ja, dat ga ik maar. Ja, maar niet zo. Hoe niet zo? Ja, ik wil dat ik aardig over je denk. Daarom wil ik niet dat je zo verdwijnt. Hoe ik verdwijn, dat heb jij in de hand. Niet ik. Wat wil je dat ik zeg? Iets waar je vrede mee kunt hebben. Nou, is dat niet een beetje al te sentimenteel? Ja, dat vind ik ook, maar dat geeft niet. Ik ga op vakantie naar Duitsland. Met wie? Met iemand die je niet kent. Iemand die jou nooit gekend heeft en die het nooit over de oorlog heeft. Ik lieg je maar wat voor. Om te kijken hoe je reageert. Hoe ik reageer, dat heb jij in de hand. Niet ik. Ja, dat weet ik. Dat is kinderachtig van me. Maar naar Duitsland ga ik wel. Mooi zo. Meen je dat? Jij liet me toch mooi zo zeggen. Wat ik zeg, bepaal jij, niet ik. Ik weet ook niet. Sorry, ik kom.
Ja, prettig dat je er bent. Dat je er eindelijk eens bent. Vroeger kreeg ik een zoen en een omhelzing. Ja, muzici, artiest. Nee, jij gaf me een zoen. Oh ja? Ja, gewoon, een zoen. Doe maar. Simon? Isaac is weer weer doen. Ja, dat weet ik toch. Dat weet ik toch. Ik kan er niet van slapen. Je kunt rustig slapen wat hem betreft. En dan kan ze weinig voor me doen. Dat hoeft niet, maak je geen zorgen. Maar ik wou je wat vragen. Is Nico aardig voor me? Nico is aardiger voor hem dan hij ooit voor iemand is geweest. Nou, schat. Nee, dat is toch wat voor mij nu ook het meeste telt. Maar ik wou je wat vragen. En ik wil ook antwoord hebben. Je antwoord namelijk mij. Simon? Isaac is nu 14. Ja, 14. Hij krijgt al een echt gezicht. Dat ronde, dat kindelijke, dat is weg. Het kindelijke, dat ronde, dat is weg, ja. Nu is mijn vraag. Lijkt hij op mijn vader? Mijn God. Is dat de vraag? Wat is de vraag? Die vraag is ouder dan het kind. Ja, neem niet kwalijk. Als ik nu ja zeg, wat dan? Als ik nu nee zeg, wat dan? Ik weet het namelijk niet. Alweer geen antwoord. Maar ik weet het werkelijk niet. Probeer het dan tenminste. Concentreer je op hem. Eén keer, één keer. Ik lig op sterven. Je ligt helemaal niet op sterven. Nee, toen, daar. Ik lig op sterven. Er rijdt me iets aan. Ik kan niet zien wat het is. Iets in een glas, een beker. Een hele geïmolieerde mok. Ik weet niet wat het is. Maar drink ervan. Het is dik. Het is zoet. Het is gecondenseerde melk. Maar hoe die daar nou aan komt. Maar als hij het niet aan jou had gegeven? Het als stopt. Hij het zelf had opgevoed? Het stopt! Ik wil dit niet meer doorheen. Ik kan het al, maar ik wil het niet! Maar lijkt hij op hem? Zijn gezicht is... Het flitst! Het flitst en ik kan die flitsen niet stoppen. Ik kan het niet bedwingen! Maar is het echt van de melk? Of heb je het bedacht voor mij? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik vertrouw je niet! Jij weet nooit iets! Maar ik kijk naar Isa. Dan zie ik Isaac, onze Isaac. Hem wil ik zien, met deze bril op. Kijk, herinneringen. Mezelf of van anderen, die vertel ik juist niet zo. Ik ben blij dat ik trouwens een goede bril heb. Ja, maar ik vind het ontzettend verdrietig dat jij me niet vertrouwt. Kijk, niet weten, dat is toch eigenlijk... Het spijt me zo. Zulke rare bekomstigheden blijven hierbij. We zouden bijvoorbeeld nooit papieren servetten gebruiken. Want mijn moeder vond dat ze van linnen of katoen moesten zijn. En ik zou nooit frisdrank halen. Dat is een woord dat ze niet in de mond heeft genomen. Allemaal dingen die ik onzin vond om te leven. En die ik nu als ijzeren wetten hanteer. Net alsof ze... nu meer leeft dan toen ze leefde. Begrijp je dat? Hoe deed ze dat dan, in het kamp, met die servetjes? Dat weet ik niet. Ik denk, als je niks te eten hebt, dan valt er ook niks af te plegen. Maar ja, hoe ze dat deden met hun wasgoed, dat weet ik niet. Heb je daar nooit naar gevraagd? Nee, heb je wel naar gevraagd. Maar ik wist het zelf niet meer. Was iets van een zeven kleintje? Mijn vader is gewoon een bloem. Zo herinner ik me niet. Toch is het zo. Een bloed. Ach. Wat af. Als u eens wist wat ik weet. Oh, dat valt vast niet mee. Ik ben mijn vader niet. Nou, helemaal niet. Weet je het wel. Zoals die mijn moeder heeft laten stikken. Oh, is ze gestikt, jammer. Nee, omdat ze zo enorm moedig is en enorm sterk. Nee. Maar dat ligt niet aan hem. Dat ligt alleen aan haar. Nou, dat valt echt niet mee, nee. Niet prettig. Hoe bedoelt u dat nou weer? Ze is toch enorm moedig en enorm sterk? Jawel, ja. Nou dan, dat weet u toch zelf? Ja. Ik heb een soort van dagboek van haar gevonden. Oh ja. Ik denk dat ik het publiceer. De namen veranderen en zo.
Ze heeft een tijd lang hun gesprek opgeschreven. Toen in die tijd dat hij met die zogenaamde Joodse Del begon. Bedoel je zogenaamd? Ze doet er niks aan. Ze valt niet op Yom Kippur. Nou, dat valt allemaal niet mee voor hem. Voor hem? Ja. Hij was toch al Joods? Hij heeft het voor niks meegekregen. Net als ik trouwens. En net als die Amerikaanse Del van hem. Maar natuurlijk neemt u het voor hem op. Dat had ik ook al kunnen weten. Mijn moeder heeft namelijk alles over u verteld. Oh, alles? Ja, ze hield ontzettend veel van uw vrouw. Hoe heette die ook alweer? Ada. Ja. Ja, die weet ik nog. Die heeft me nog geleerd hoe je druiven moet eten. Oh ja, hoe dan? Plukte ze zo van de tros. Was 7, 8 of zo. Toen zei ze, moet je eens kijken. Al die kleine natte kwastjes. En ik had vernomen dat ze op het nippertje was ontsnapt aan de gaskamer. Dus dat maakte diepe indruk. En mijn moeder had ook veel ontzag voor haar. Wat die niet allemaal heeft meegemaakt. Eerste oorlog, nou toen nu. Nee, wacht even. Het was niet de eerste oorlog, toen ik. Het was eerst ik, toen de oorlog. En daarna nog steeds ik. Ik vind het helemaal niet grappig. Ach, u begrijpt me al, jongen. Nou, ik zie niet in waarom jij de enige zou zijn waar ik niets van begrijp. Waar in mijn eigen huis rond als een spook. Ik ben echt dood. Ook wat mooi. Toen je 7 was, zei ik al tegen die vader dat je me net zo oud leek als ikzelf. En nu helemaal. Ik voel me niet veel ouder dan jij bent. Ik wil ook geen man. Toen je aan het denken. Weet je niet heel griezelig zo alleen in zo'n groot huis? Alleen in een klein huis is dat minder griezelig. Of met z'n tweede huis. Dat lijkt me echt een top om te griezelen. Nee, dat valt wel mee. Wat zijn jullie meer tegen elkaar? Kun je nog iets anders herinneren? Ik heb niets. Helemaal niets. Geen brief, niets. Net als ze nooit hebben bestaan. Heeft hij jou nog een brief geschreven? Jawel. Ik heb hem niet bewaard. Waarom niet? Stond er niets in? Maar hebben ze nooit geschreven omdat ze er allemaal waren. Alleen maar al dat geld geërfd. Ik kan me zoveel abortus veroorloven als ik wil. Grapje, haha. Maar jullie zijn toch getrouwd geweest? Weet je wat ik nou begrijp? Hoe kan je nou trouwen en dan daarna opnieuw je hemd uittrekken bij een andere man? Twee keer trouwen. Ik begrijp niet hoe dat kan. Ik ben 3 keer getrouwd geweest. Dat begrijp ik ook niet. David was de middelste. Jouw vader de eerste. Je had mijn dochter kunnen zijn. Was dat maar zo. Dan hadden we nu in elk geval nog een moeder. Als je tenminste gescheiden waren. Gescheiden ouders, dat lijkt me echt ideaal. Als de ene zich op de pletter rijdt, heb je tenminste nog de ander nog over. Wees niet in één keer dan tegelijk rijdt. Ik wil best je stiefmoeder worden. Nou ja, het is een beetje laat. Op je 24e kun je niet meer laten adopteren. Maar ik ben wel een specialist in stiefmoederschap. Daar ben ik beter in dan wat dan ook. Vertel je me eindelijk iets? Wat wil je weten? Ik wil alles weten. Maar ik weet zo weinig dat ik niet eens weet wat ik vragen moet. Waar had ze al het geld vandaan? Zit je dat was? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik vind het juist wel geestig dat ik dat niet weet. Wat weet jij niet? Hoe moet je met je eigen zaken? Dit zijn mijn zaken. Kom op zeg. Alles wat me interesseert zijn mijn zaken. Mag je willen? Nou, zeg het dan. Wat een ongelofelijke lul ben jij. Hoe weet jij dat? Stoor niet erop, zeg ik! Ik ga als mijn aanwezigheid niet op prijs wordt gesteld. Jo, wat heb je tegen die arme geheim? Arme geheim? Eigenwijs is zelf ingenomen puber. Misschien vindt hij je wel leuk. Hij kent me niet eens. Nee, dan geef je nog niet veel kans toe. Leren kennen en geloof je daarin? Nou, je hebt er een jaar of 100 voor nodig, denk ik. Nou, ik niet hoor. Zonde van de tijd. Ik kan niet meer bij elke stap onthouden dat ik niet vallen mag. Ik ben nu 80. Ik leef alleen. En 's avonds voordat ik naar bed ga, dan draait de hoofdkraan dicht. 'S Morgens weer open. 'S
ze lang kan lopen, is alles goed. Ik kan alleen maar niet meer bij elke stap bedenken hoe ik die zetten moet. Als ik echt iets wil, dan pak ik het heel anders aan. Niet zo grof, niet zo bruut. Dit was gewoon een beetje pest. Maar vind je dat niet leuk? Ik vind dat maar mooi. Nou dan? Het heeft een kut van prikkel ernaast. Zo, waarom? Nou, dat ruik ik. Ik wist niet dat jij zo... En ik weet niet eens of ze Joods is. Mijn moeder zien maar aankomen. En je vader? Laat me koud. Weet je, toen Nico en ik gingen trouwen, bij dat feest, dan hebben jouw ouders elkaar leren kennen. Dat begon ook zo met zo'n ruzie. Dit begon helemaal niet! Jullie oude mensen denken altijd, als ik wat tegen een meisje zeg, dat dan wat begint. En hoe mijn ouders elkaar ontmoet hebben, dat heb ik al 100 keer gehoord, maar dan van mijn moeder. Dus eigenlijk heb ik aan jou te danken dat ik besta. Nou, nog wel bedankt. Veranderd? Ik kende je haast niet. Je bedoelt dikker geworden. Nee, ze ziet er fantastisch uit. Nou, dat komt zo, hè. Ik wil wat afvallen. Dus ik denk, geen nootjes meer. Cashewnootjes, bombinootjes en ja, die leuke halfronde maandjes, weet je wel? Dus ik denk, geen nootjes meer. En ik heb het nog niet gedacht en ik denk, nootjes. Doe je zachter? Nee, ik bedoel harder. Wat heb je er last van? Nee, ik wil luisteren. Ik wil weten waar jullie naar luisteren. גם אני רוצה לשלוח מה שאמרו לי סוג בביטולה בנציף לא קניתי מחר פתחתי, סגרתי, כיוונתי, יעיתי פגעתי בול כדי לי נתה בסתם נה, ביי נאות אין יש מוי דיגור ראי לי איזה מאוי ראי לי דוד, יש נקשר אוי נקשר Ik wil het ook saai hebben, opwinding hebben, getrouwd, gescheiden, neuken, spuiten, gooien, zeggen dat ik het niet deed. Snel klaarkomen en het voor vandaag is schreeuwen. Ik wil ook nog zo goed schrijven. De sportbladen, rommelbladen in het nieuws. Dat is leuk. Graafmachine laten komen en zo. Ja, je weet hoe zwart is. Ja. Ja.
Nou, we toch een vijver. Hoe dan? Nou, een vijver in plaats van een tuin. Ja. Nou, prachtig hoor. Ja. Ja. Nou, wil je weer een eiland in die vijver maken? Nou, leuk. Ja. Leuk hoor. Ja, heel leuk. Ja, maar je zegt het zo, ik weet het niet. Het is echt leuk, kom er eens kijken of zo. Ach, je komt toch niet. Nou, wie weet. Oh, dat moet ik aan je vader vertellen. Nou, houd dat nog maar even voor je, als je dat kunt. Daar ben ik niet zo heel erg goed in, hoor. En als ik met Tom dan... wat ik maar doen. En met Lisa. Oh, Lisa. Ik slaap maar die door nog steeds niks. Nou, heeft ze Nico en dan is ze nog niet tevreden. Ja, dat heeft zo moeten zijn blijkbaar die twee samen. Ja, maar je zou toch denken dat ze wat rust zouden nemen, dat ze zich zouden zettelen? En voor zo'n kind ook. Nee, carrière gaat boven alles. Nu moeten ze weer van tweeën naar zitten. En Nico laat maar met zich zollen. Nou, zollen? Daar heb je ze. Nee, dat is dat aapje van Isaac dat roffelt zo. Je kan het zo gek niet bedenken of hij krijgt het. Even vindt hij het leuk en dan... Maar zo is Nico als kind. Ja, maar van Nico kan hij het niet hebben. Waarom niet? Nico ziet die vader, dat is eigen vader. Nico ziet hij elke dag. Ja, nou dat weet ik niet zo hoor. Wie zit en hoe vaak. Wat trek je er? Nee, dat is dat aapje dat roffelt zo. Arme beest. Het roffelen betekent ook iets, maar wat? Ja, waarom zou dat roffelen nou wat te betekenen hebben? Ik roffel ook wel eens gewoon met mijn vingers. Ja, we roffelen allemaal wel eens. Ik ook. Oh, zwart, ik kan enorm roffelen. Ik vind het zo geloof ik. Of misschien merk ik het niet. Kijk, roffelt het beest. Zou Simon daar geen last van hebben? Wij zijn last van moeten hebben. Oh, is het trouwens Dorian? Van dat geroffel. Oh, dat aapje, ja. Vraag me wel eens af waarom die zo roffelt. Ja, dat beest wilde natuurlijk uit. Nou ja, zoals een Isaac vragen of die hem even uitlaat. Maar weet je, de aap is eigenlijk ook helemaal geen huisdier. Ja, hallo. Nee, Isaac, die is er niet. Die is naar de Matthäus. Hè? Van zijn klas, ja. Ja. Wacht. Kan het zijn dat ik jou al eens gezien heb, Johan? Wat zeg? Gisteren. Nee. Ja, ik zal het hem doorgeven. Ja, zo gauw hij terug is. Oké, ja. Daar. Fijn dat jullie trouwens ook naar de Matthäus gingen. Dat zullen ze heel prettig vinden. Isaac die is al op weg op zijn fiets. En hebben ze al een huis in Australië? Ja, geloof ik wel, ja. Ja, Isaac. Isaac die gaat er logeren op vakantie, gaat ze eerlijk vinden. Intussen zit hij wel met zijn oude vader opgeschreven. Zo oud dat ze overgrootvader kunnen zijn. En Lea? Ja, Lea natuurlijk. Lea. Moeder en een zuster tegelijk. Lea. Wat voor huis hebben ze eigenlijk? Wat voor huis, ja. Flat geloof, ik weet het niet zeker. Geloof flat, ja. Ik ga niet meer op reis. Het kan toch zijn dat je het wist? Ja. Nou, ja. Ada zei altijd. Ada zei altijd. Is iemand die onthoudt alleen maar datgene wat hij zelf wat dan heeft. En toen heb ik al een hele tijd gedacht dat ik liever... Hey, Lea. Ding is, Riet die wil graag weten of ze al een huis hebben daar. Ik wou dat ze het aapje meenamen. Kon ze het gelijk loslaten in het bos. Wie heeft er al een aapje? Oh, je bent helemaal niet veranderd. Nou, wie verandert er nou? Nee, ik vind juist... Ik ga het helemaal niet zo bezig houden. Alles en iedereen altijd maar door verandert. De dekseltje vasthouden, anders gaat het niet goed. En vind je het nou allemaal niet spijtig? Of denk je vrijheid, blijheid, muziek? Vrijheid? Maar nou zit ze met de oude vader opgeschreven.
Ja, wacht even, dat wou ze zelf hoor. En ik heb al zelf al heel vaak... Je moet er toch ook niet aan denken, toch? Hier weg. Ik zie het al. Ja, en nu moet Isaac een paar jaar krijgen. Gek dat zo'n oude vrouw, dat denk je dat aan Isaac helemaal niet zit, hè? Nou, zo oud is Simon, of liever gezegd was Simon ook weer niet. Dankjewel, Riet. Dat is aardig, van. Ik voel me eigenlijk wel oeroud. Ik heb hem in geen jaren gezien, ik verheug me erop. Het is een schat van de jongen geworden. Oh, dat ziet je? Nou, ik ben juist daar een van de weinigen die daar niet aan heeft bijgedragen. Hij woont alweer zo lang bij net door het ging erover. Nou, sinds Nico en Dori weer samenwonen. Oh, je bent wel nuchterder dan vroeger. Nou, ik vind juist... Wat een roffel dat beest. Wat is het omgekeerde van nuchter? Ik denk dat ik even wat drinken ga schenken. We kunnen niet even op zijn lijn wachten. Ik vind het wel geweldig hoor van je. Dat had ik nooit van je verwacht. Wat? Nou, hoe je alles hier opvangt. Dori wilde een kind. Ik niet. Maar nu het er eenmaal is. Dori wilde Nico. Ik niet. Ik wilde alleen weten of ik hem krijgen kon. Dori wilde soliste worden. Ik ook. Dori heeft meer talent. Dat heb je of dat heb je niet. Maar jij hebt weer een vader en een vader is een groot goed. Zal ik dan maar inschenken? Ja? Simon? Zal ik maar inschenken? Ja, ik ga. Oh, wacht. Ik geloof dat ze daar wel zijn. Heb ik dan de jeugd nog meteen eens gegaan? Er waren geen kaartjes meer. Ik ga naar huis. Ik heb alles geprobeerd om erin te komen. Totaal uitverkocht. Toen dacht ik, wat vlieg ik een dag eerder? Jij dan vlieg. Hoezo ik? Ja. Ik in een kerk? Hoe langer ik blijf, de minder mijn Nederlands. Oh, dat valt wel mee. Wat ben je nou zwaar bepakt? Kaas, stroopwafels. Wat voor kaas? Het was maar geen nagelkaas, dus daar heeft hij een gruwelijke hekel aan. As you didn't want to confront me privately, King, I'd like... Ik wil je nog sommige dingen zeggen, ook al is iemand aanwezig. Geef me hoor, ik ben toch al bijna dood. Hard horen. Maar Pien, wat ik wou zeggen, ik wil je eigenlijk alleen bedanken. Want dankzij jou is Hans toch alles geworden wat hij nu is. Door jou heeft hij kunnen studeren. Anders was hij nu geen professor in de United States, maar was hij gewoon leraar bij een wonderen school hier. En ik denk maar eens dat hij alles aan jou gedaan heeft. En daardoor ik ook. Hij zegt steeds dat hij zonder jou helemaal niet wist wat echte warmte is. Ja, zelfs dat heeft hij van jou. Hé, hey, Joos, goed. Oké. Goed. Goede reis dan maar, hè, ja. En de groeten doen, want ik heb Hans altijd heel graag gemogen toen hij als jonge man nog vaak met Simon, wat ben ik. Ik ga nog niet uit. Nee, ik kwam. Hey, hoe laat, wat een graag om even te willen zien. Hoe lag je te trainen? Trein? Vliegtuig. Hoe laat ga je vliegtuig? Oh. Ik ben niet zo in a hurry. En ze is het home anyway. Is Hans nog home? No. De telegram? PSV gaat daders hard aanpakken. PSV wil de aanhangers die donderdagavond in Eindhoven het UEFA Cup duel... Ja, hallo, met Simon. Nou, dat zei je al. Ja. Hallo, ja, wat? Waar? Waarden? Hè? Nee? Naarden. Oh, sorry, Naarden. Ja, oké, wat zeg je? Wat zeg je? Oh, wacht even. Ik geef je even Lea. Wat, nog niet? Ja, lang. Isaac is er nog niet. Leg anders het kaartje bij de kassa. Als die er is, leg het daar even neer en bel alsjeblieft in de pauze. Zul je dat doen? Ja, hij had zo'n klein fietspopje bij zich. Ja, hij zat aan zijn frame. Ja, dat weet ik zeker. Ja, joh, hij zal er zo wel zijn. Dagboek. Zit er eigenlijk een pauze in de Matthäus? Ja, ik ben het vergeten. Er is een pauze in de Matthäus, zeker. Ik had geen tweedehands fiets voor hem moeten kopen. Je hebt helemaal geen fiets voor hem moeten kopen. Moet er ook eens een keer leren op zijn eigen spullen te letten. Gelijk een nieuwe fiets moet ik. Hey, daarom heb ik ook een tweedehands fiets gekocht.
Ja, dat is een paar weken zonder fiets moeten doen. Hij kan niet zonder fiets. Kan niet. Al die jongens van die leeftijd hebben een fiets. Kan niet. Hij denkt er zo gewoon over. Weet je wel, een fiets weg, die we fiets. Hij moet een goede fiets hebben. Zo'n mountainbike, zo'n stevige. Hij racht erop, maar dat doen ze allemaal. Ja, maar toen ik 14 was... Ja, en toen ik 14 was, ik ook niet. Ja, ik denk dat ik weet wat ik doe, ja. Hij is natuurlijk gewoon ergens anders heen gegaan. Iemand tegengekomen of zo. Misschien had hij geen zin in de Matthäus en durfde hij het niet te zeggen. Al die muziekfreaks hier, dat had zich er juist ook verheugd. Dat zei hij ja, maar is hij wacht op zijn wolken? De dag op zijn wolken? Als hij geen zin heeft, durft hij dat heus wel te zeggen. Ja? Ik kom duimpje halen. Ik hoorde op de radio dat het wat hoger is. Trouwens, de slotkoor is ook juist geëindigd. Ja, dat bedoel ik. Ik ben jullie trouwens zeer erkentelijk dat jullie mijn duif ook voor een toegangsbiljet hebben voorzien. Als ze mij lag, kwam ze er nooit uit. En zeker niet voor jullie als cultuur. Nou, daar hoef je niet zo spannend over te doen hoor, Zwart. Oh nee, ja, met mijn hand op mijn hart. Oh ja, hier. Ja, dat moet je niet net doen alsof je niet weet welke kant je maar zit. Ik begrijp niet dat je dat uithoudt. Iemand die met zo'n groot verdriet rondloopt, die laat je toch niet in de steek? Ja, erg leuk. Kom je dat? Maar wat bedoel je met wassen tegen? Nou, dat was toch leuk? Ja, erg leuk. Dat bedoel je. En waarom heb ik dat zo bedoeld? Heb je een nieuwe mountainbike voor hem gekocht? Nou, zo goed als nieuw. Zomaar. Nee, die andere was gestolen. Ja, daarom heb ik ook geen nieuwe gekocht. Voor je het weet zijn ze weer weg. Ik had het helemaal niet erg gevonden als hij een paar weken zonder fiets had moeten doen. Hij moet toch leren om er iets voorzichtiger mee om te gaan. Jongens, op die leeftijd zijn we al helemaal niet voorzichtig. En deze fiets kon al tegen een stootje. Tenminste, dat dacht ik. Ah, dat was ook meteen altijd zo ongerust. Ja, had nog wat meer van die goede eigenschappen van de geërfd in plaats van alleen die slechte. Het is nog helemaal niet laat. Ik geloof dat wij veel telerder zijn dan vroeger. Wat zeg je? Wij zijn veel telerder dan wij vroeger waren. Wat zeg je? Vroeger waren wij veel minder teler dan nu. Minder wat? Nee, je moet een dekseltje vasthouden, anders gaat het niet goed. Maar wat voor merk fiets was het, Lea? Oh. Je denkt zeker dat ik een kapotte fiets voor hem heb gekocht. Ik heb gewoon geen nieuwe fiets voor hem gekocht. Ik heb hem bij mijn eigen fietsman gekocht. En die verkoopt me geen fiets met verborgen gebreken. Ja, maar een goede tweedehands mountainbike. Niemand doet zo'n ding ooit weg. Die dingen zijn zeldzaam. Wat zit je te suggereren? Dat ik bewust of zo? Ik heb gewoon geen nieuwe gekocht. Na één dag zijn die nieuwe toch wel die tweedehands. Nou,
gebruiken. Hij was er reuze blij mee. Hij zat goed in de verf. Helemaal een prachtfiets. Waar blijft Isaac toch? Ik vind het nou toch wel erg laat. Ik zou het veel op prijs stellen als jij mijn zoon zijnde mijn vader zou doen of zoiets. Ja, papa zeker. Nou, dat is nou weer wat over de reden met papa. Maar mijn vader ga ik ook niet over mijn linker, pap. Papa ben ik niet, dat geef ik ruim van toe. Maar zwart, ach ja, ik heet het nou wel zo, maar ik heb ook altijd op zijn voornaam. Al gebruikt niemand die. Een duifje. Ik zou het niet in de hoofd halen. Dus, je wil dat ik je bij je voornaam doe? Maar vind je dat niet wat al te modern? Ja, je mag me bij mijn voornaam doen. Wil je die? Nou, ik zal het proberen. Het stomme wat we leren, en wat we niet meer af kunnen leren, is dat wantrouwen tegenover onszelf. Ik kan nooit met zekerheid zeggen, dit of dat zou ik nooit doen. Ik weet niet of ik expres, niet expres, een kapotte fiets voor Isaac heb gekocht. Ik denk, dat zou ik nooit doen. Maar ik denk ook, al zou ik het hebben gedaan, dan wist ik niet dat ik het deed. Dus hoe weet ik nou iets over mezelf? Vroeger kenden de mensen elkaar. Toen zeiden ze, dat is typisch iets voor haar. Ja, nu denk ik het zelf. Maar ik weet niet of het waar is. Mijn ouders hadden zulke gedachten niet. Die kenden hun bedoelingen. En die waren gewoon goed. Of soms gewoon slecht. Ik ben een vat. Met dubbele bodems, die stuk voor stuk lek zijn. Ik wou dat het kind thuis was. Meen je dat nou? Ja, natuurlijk, wat een vraag. En weten jullie nog hoe ongerust jullie 10 jaar geleden waren? Toen we steeds in de opvang lagen bij de tegenspraak.